Dames en heren, het is half acht geweest net. Ik stel voor dat we gaan beginnen met de vergadering. Ik wil u eerst allen hartelijk welkom heten. De commissieleden, collegeleden, de pers, publiek op de tribune, medewerkers en ieder die ik verder nog vergeten ben. Het is de opening. Dan kom ik op punt 2, de mededelingen. Die hebben we niet, dus we gaan verder met punt 3. De vaststelling van de agenda. Kijk even de kring rond of de commissieleden zich kunnen vinden in de agenda zoals die voor ligt. Ja. Dan is de agenda hierbij vastgesteld. Welkom meneer Brink. Mijn excuses. U kan ook niet zo hard lopen, hè? Doe maar rustig aan. Ja, heb ik tegen twee al gezegd. Ik zeg het ook in bij punt 4. Dan gaan we verder met punt 4, het inspreekrecht. Bij de griffie hebben zich twee insprekers gemeld. Dat is de heer Sop. Oh, sorry. Het inspreekrecht. Ik was even in de war. Ik was met vragenuur, maar we gaan even het inspreekrecht. Daar hebben zich drie mensen gemeld. Dat is de heer Klaas Lamberink, voorzitter Stichting Centrum Management Coevorde. De heer Jan-Wolter Mager, voorzitter Havenvereniging Binnenstad. En de heer Aart Wolters, Binnenstad. Ik wil voorstellen dat deze drie insprekers, die alle drie over de binnenstad willen spreken, dat ze voor de aanvang van agenda punt 9 hun zegje kunnen doen. Dus 8a, dan krijgen we nog een presentatie van de heer Sportel. Daarna de insprekers en daarna behandeling van punt 9. Zo, het inspreekrecht. Dan kom ik bij het vragenuurtje. Daar hebben ze de twee commissieleden voor gemeld. De heer Soppe van BBC 2014 en de heer Blanke van de Partij van de Arbeid. En ik wil de heer Ton Soppe het woord geven voor het vragenuurtje. Dankjewel, voorzitter. Onze fractie heeft een vraag met betrekking tot de landschappelijke inpassing van het project Zonnepark Wateringen. Het bureau De Erfontwikkelaar heeft een analyse gemaakt van de omgeving en de gebiedskenmerken en heeft op basis hiervan een plan gemaakt. De samenstelling van de beplanting van de houtwal bestaat uit een achttal verschillende soorten bomen en struiken, waaronder de zomereik. Als we het woord eik horen, is het eerste wat er bij de inwoners opkomt eikenprocessierups. En als we eikenprocessierups horen, is het eerste wat in ons opkomt brandwonden, lastig te bestrijden, etc. etc. Onze vraag aan de wethouder: bestaat de mogelijkheid om de voorgestelde zomereik te vervangen door een soort dat juist een toegevoegde waarde heeft voor de natuur en daarmee bijdraagt aan een betere biodiversiteit? Zelf denken we aan bijvoorbeeld lindenbomen, die een grote aantrekkingskracht hebben voor bijen, hommels en zweefvliegen. Een volwassen boom staat gelijk aan 1 hectare bloemenmengsel. En onze oproep zou perfect passen in het in ontwikkeling zijnde beleid over biodiversiteit. Dank u wel. De heer Huizing. Ja, dank u wel, voorzitter. Je zal maar eik zijn, dan ben je zo'n beetje arbor non grata geworden, volgens mij. Ja. Ik kan me de vraag voorstellen. Volgens mij hou ik bij de korte versie van de beantwoording, dat vind ik vast allemaal fijn. Om nu met terugwerkende kracht hier in dit plan te gaan doen, we kunnen sowieso niks afdwingen. Het inpassingsplan zat bij de stukken zoals u die als raad heeft goedgekeurd. Die zijn inmiddels ook onherroepelijk geworden, omdat er ook tegen het besluit geen beroep is ingesteld. Dus dat ligt gewoon vast. En misschien wel goed om daar nog het een en ander over te zeggen, dat wat daar volgens mij in dat inpassingsplan juist goed gedaan is, is dat daar verschillende soorten worden gebruikt, eigenlijk precies zoals het hoort. En de grote problemen die zijn ontstaan is meer door de enorme concentratie van eiken. Die concentratie maakt het ook heel aantrekkelijk voor de eikenprocessierups
om daar gewoon goed op te kunnen gedijen. En juist door die juiste mix is de inschatting dat het hier veel minder aantrekkelijk gaat zijn, dat ze veel minder kwetsbaar zijn daarvoor. Ook omdat in de andere beplanting die wordt aangebracht, en er zitten ook een aantal struiken bij, omdat daar juist heel veel natuurlijke vijanden ook op af kunnen komen van die eikenprocessierups. Dus ik denk dat het eigenlijk helemaal niet nodig is dat hier het vervangen wordt. Overigens de linde die u als voorbeeld geeft, dat is ook een van de bomen waar wij juist heel veel klachten over krijgen, omdat de linde er tegenwoordig onbekend staat dat er altijd wel wat uitvalt. En dat dat niet even goed op te ruimen valt. Dus volgens mij ligt daar op zich best een goed doordacht inpassingsplan. Waar volgens mij ook geen risico ontstaat. En de risico is nog kleiner. Omdat de kant waar de eiken gepland zijn, is aan de snelwegkant. De N34 kant. Ja, en daar hoort gewoon ook niemand te komen. In de berm van de snelweg hoor je niet te lopen. En het is ook geen plek voor een ommetje of zo. Dus ik denk dat het risico ook vrij klein is. Dus nogmaals, ik kan mij de gedachte kan ik me heel goed voorstellen. En de gedachte erachter juist ook, dat je zegt van streef nou naar een gezonde mix van bomen. Nou, volgens mij zijn dat punten, maar dat verwacht je ook niet anders van de voorzitter van de werkgroep duurzaamheid van de raad, dat die dat soort punten goed op netvlies heeft. Maar ik denk dat op deze plek juist wel aardig voor elkaar is. Dank voor uw reactie. Meneer Soppe, is dat voldoende of heeft u nog een vervolgvraag? Ik wil nog wel even, ik vind 60 tot 80 zomereiken vind ik geen, daar vind ik nog wel een behoorlijke concentratie van eiken. Maar, en de linde is gewoon een voorbeeld geweest. Dus. Maar ik ben tevreden met uw antwoord. Dankjewel. Dan komen we de volgende vragensteller. En dat is Michel Blanke van de Partij van de Arbeid. Ik geef jou het woord. Dank u wel, voorzitter. In een artikel in Dagblad van Noorden van 3 oktober lezen we dat GGZ Drenthe dreigt te stoppen met alle jeugdhulp. En ook van andere organisaties weten we dat zij besloten of overwegen niet mee te doen aan de aanbesteding jeugdzorg. En dit roept bij ons een aantal vragen op. Als dit soort grote aanbieders niet aanbesteden, welke garanties zijn er dan dat er vanaf 2020 voldoende aanbod van jeugdzorg is? Bent u met ons van mening dat wanneer te veel grote aanbieders uitstappen, de kwaliteit van de jeugdzorg in gevaar komt door het verdwijnen van kennis en expertise en een te grote aantasting van opgebouwde samenwerkingsverbanden? En de derde vraag, welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij te sturen wanneer onvoldoende kwantiteit en kwaliteit kan worden gecontracteerd? De heer Huizing, wederom. Ja, voorzitter. Het nieuwsbericht was inderdaad helder. En het lastige is nu dat we, omdat we midden in een aanbesteding zitten, er eigenlijk niet zo heel veel over kunnen zeggen. Dat hoort daar gewoon niet bij en het is ook niet eens toegestaan. We hebben echter op dit moment, als het gaat om die GGZ bijvoorbeeld, geen enkele aanleiding om het probleem zoals dat geschetst wordt in de vraagstelling, om vanuit te gaan dat er onvoldoende aanbod is. We hebben geen enkel signaal dat dat gaat gebeuren. En u vraagt ook van, bent u het met ons eens dat als er te veel grote aanbieders uitstappen, dat inderdaad vooral niet goed zou kunnen zijn? Ja, als dat het geval zou zijn, dan zijn we het volledig over eens. Dat zou zeker niet goed zijn. Maar ook daar is geen enkele aanleiding voor om te verwachten dat dat gebeurt. En de laatste vraag was volgens mij over de kwantiteit en de kwaliteit van de zorg. Daar hebben wij, juist door de wijze waarop wij inkopen, proberen we daar heel erg nu op te gaan sturen. Dat wij zowel als het gaat om kwantiteit als kwaliteit, dat wij meer mogelijkheden hebben om daar ook echt op te gaan sturen. Omdat het, denk ik, in het belang van ons allemaal en niet minst van de kinderen, van de jongeren die de jeugdzorg genieten, gewoon is dat we zorgen dat dat voldoende op orde is. Dus daar sturen we heel erg hard op. En wij verwachten ook dat we daar weer mooie stappen kunnen zetten door juist dit inkooptraject wat wij volgen. Dank voor de beantwoording. Wij hopen op korte termijn
straks dat de boel is afgerond en dat we meer kunnen aangeven over wat het uiteindelijke resultaat is. En daar wordt de raad over geïnformeerd, denk ik. Meneer Blanke, voldoende antwoord of heeft u nog een vraag? Helder verhaal, we zullen het zelf ook in de gaten houden. Goed. Dan is aan de orde een raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken, punt 6. We gaan ze allemaal even belangs en ik zal rondkijken als iemand iets op te merken heeft. Punt 6a1, aangaande de brief WMO abonnementstarief. Wie zou daar het woord over willen hebben? Niemand. 6a2. De begroting van Arcade, even kijken. Strategisch beleidsplan, onderwijsstichting Arcade. Is daar iemand over? Niemand. Dan gaan we naar 6a3. Briefraad, jaarverslag, de nieuwe vesten. Ik kijk even rond. Ja, dat is de heer Blanke. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zien hier natuurlijk tekorten. En dat wordt door een groot gedeelte is dat toe te wijden naar het gebouw. En dat komt ook door veel krimp. En wij zien eigenlijk wel graag dat er tempo komt wat betreft nog renovatie, nieuwbouw en eventueel. Misschien misschien ook wel mbo in het gebouw. Om zo te zien dat die tekorten snel worden weggewerkt. Heeft de wethouder daar al een beeld van? Wat voor tijdsbestek we moeten gaan rekenen? Nee, een exact tijdsbestek niet. Wat we wel hebben gezegd, de streefdatum in het intensieve traject wat wij met de nieuwe vesten zijn ingegaan. Is van beide kanten dat wij in 2023, 2024 stad wordt gemaakt met welke werkzaamheden dan ook we uiteindelijk straks op uitkomen. En om dat tijdspad te kunnen gaan halen, zeker als het zou gaan om gehele of gedeeltelijke nieuwbouw, dan moet er gewoon volgend jaar moet er wel helderheid zijn over wat het scenario precies gaat zijn. En dat lijkt misschien straks ook nog heel erg lang als je kijkt naar 2023, 2024. Maar het tijdspad hier, als het gaat om de huisvesting, kun je niet loszien van een aantal onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Waar de nieuwe vesten ook zelf nog een aantal eieren deels al over heeft gelegd, maar ook nog moet gaan leggen. Dus volgens mij is dit een tijdspad wat aan de ene kant ver leidt, maar waar we ook gewoon echt met z'n allen nodig hebben om ook verantwoorde keuzes te gaan maken en het ook meteen in één keer goed neer te zetten. En daar zijn zowel wij als de nieuwe vesten van overtuigd. Dank voor de antwoord, de Blanke, voldoende beantwoord. Verder nog, ja, meneer Stokers van het PAK. Ja, voorzitter, dank u wel. Naast de vergelijkbare vraag die de heer Blanke net heeft gesteld, hebben we nog een inhoudelijke vraag. U refereert er ook aan in uw voorstaande raad. Het basisarrangement van de haven was in 2018 zwak. In 2019 is de verwachting dat men weer op voldoende zal zijn. Nou ja, we leven inmiddels in oktober. Heeft u inmiddels signalen dat ook daadwerkelijk dit jaar gaat lukken? Huizing. Ik heb nog geen signalen gehad die wat anders aanduiden. Dus volgens mij liggen ze wat dat betreft nog steeds op koers. Voldoende beantwoord, denk ik. Ik kijk nog even rond. Niemand weer, dan gaan we naar het volgende punt. 6a4, briefraad schoolpreventieplan. De heer Blanken. Dank u wel, voorzitter. Wij zien hier een mooie brief wat er allemaal gebeurt. Maar wij zouden wel graag een overzicht willen zien van het gebruik. Want zo kunnen wij ook een beetje de verhoudingen zien waarin wat gebruikt zou kunnen worden. Dus graag zou ik vragen of wij dat nog zouden kunnen krijgen. Huizing. Ja, dit is in ieder geval. We hebben dit jaar voor een wat andere manier gekozen dan voorgaande jaren. Omdat we. Toen noemden we het een evaluatie. Maar toen vonden we het eigenlijk met z'n allen dat het geen evaluatie was. Volgens mij hebben we nu meer ingestoken van wat is het dan wel. Ik kan me voorstellen dat u graag nog wat meer informatie inderdaad wilt hebben over dit soort zaken. Dus daar. Ik weet niet of dat zinvol is om het voor nu te gaan doen.
We moeten in ieder geval kijken of we dat eenvoudig kunnen opleveren. En anders kunnen we in ieder geval de afspraak maken dat we dat in de volgende versie wel gaan meenemen. Voldoende beantwoord. Ja, mevrouw Schepers. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben met interesse deze informatiebrief gelezen over het schoolpreventieplan. En heel mooi dat de gemeente samenwerkt met schoolbesturen en maatschappelijke organisaties. En ook wij ontvangen graag een overzicht van welke scholen gebruik hebben gemaakt van dit aanbod. En ook over welke onderwerpen deze gastlessen dan gingen. Voor ons een belangrijkere vraag. Wordt binnen het schoolpreventieplan naast het aanbieden van themalessen ook gewerkt aan duurzame integratie van deze thema's in het onderwijs? Zodat het vanzelfsprekend wordt dat thema's als online veiligheid, discriminatie, seksuele omgangsvormen, alcohol, drugsbeleid aan bod komen in groep 6, 7 en 8. Meneer Huizing. Nou, dat is een beetje het grote spanningsveld waar we in zitten als gemeente, dat wij over de onderwijsinhoud natuurlijk niet gaan. Wij kunnen van alles kunnen we aanbieden, dat proberen we ook. Overigens ook samen met die scholen inderdaad in vorm van dit schoolpreventieplan. Of het daadwerkelijk ook niet alleen blijft bij die ene les of dat het meer geïntegreerd is. Dat is echt helemaal van de school afhankelijk. De meeste scholen zie ik dat dat zeker gebeurt. Dus dat, volgens mij is dat positief. Maar we hebben geen middelen om af te dwingen dat, dat iedereen dat ook echt daadwerkelijk gaat doen. Behalve proberen ze te overtuigen dat dat meerwaarde heeft. Voldoende, mevrouw Schepers? Of... Mag ik nog één aanvullende vraag stellen? Klopt het dat juist dit gezamenlijke plan, zo'n gezamenlijk plan waarbij schoolbesturen en maatschappelijke organisaties samenwerken met de gemeente, dat er meer ruimte is voor inhoudelijke beslissingen? Ja, je ziet. Dat klopt, ja, zeker. Dus wat dat betreft ben ik ook wel heel erg hoopvol dat het eigenlijk wordt het heel makkelijk gemaakt om toch vooral niet alleen het te houden bij die ene les, maar het breder te trekken. Dus volgens mij zijn we met z'n allen op de goede weg met het schoolpreventieplan. Goed, dank voor de beantwoording. Kijk nog één keer rond. Iedereen is aan boord geweest. Dan krijgen we het volgende punt, is 6A6. En dat is een brief van de fracties aan de Tweede Kamer in Kleine Gasvelden. Wie mag ik daarover het woord geven? Vijf. Punt 6A5, inderdaad. Briefbeleidsplan VTH 2019-2023. Wie? Mevrouw Driehuis. Dankjewel, voorzitter. We hebben daar een paar vragen over, een drietal geloof ik. Een van de punten die in het stuk wordt genoemd is dat we een formatietekort hebben op de uitvoering. Daar is al eens over gesproken bij de programmabegroting 2019 en dat komt ook nu in 2020 weer terug. Maar onze vraag is eigenlijk, wat is daar in de tussentijd aan gedaan? Hebben we al actie ondernomen om die formatie op orde te krijgen? Dan zijn er een aantal branches binnen de gemeente met een verhoogd milieurisico. En die zouden tenminste één keer per jaar moeten worden gecontroleerd door de RUD. Nou weten we allemaal dat de RUD ook wat achterstand heeft, dus gebeurt dat ook daadwerkelijk? En zo ja, wie ziet erop toe dat die controles ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? En er wordt gesproken dat er in uitzonderlijke gevallen gedoogbeschikkingen worden gegeven. En onze vraag was, gebeurt dit nu ook al? En zo ja, in welke gevallen gebeurt dat dan? De heer Huizing, wederom. Ja, dat zijn hele uitgebreide vragen, voorzitter. Schrijf ze eventjes op. De eerste vraag over de formatie. Daar heeft u gelijk in dat daar vorig jaar hebben we daar al een eerste stap in gemaakt. Tegelijkertijd heeft ook uw eigen rekenkamer geconcludeerd in het onderzoek dat daar nog niet voldoende is om aan alle eisen te voldoen. Nou, eigenlijk hetzelfde wat dit stuk ook weer aantoont of nog iets beter onderbouwd aantoont wat daar precies voor nodig is. En u mag van ons verwachten, denk ik, om een kleine cliffhanger te gebruiken, dat wij daarvoor wel met voorstellen zullen gaan komen in de begroting. Dan de tweede vraag, die risicobedrijven.
De RUD is, omdat ze inderdaad constateren van ja, we hebben te maken met beperkte capaciteit. Te weinig om alles te gaan doen zoals we dat ooit hebben afgesproken. Is nu ook vooral aan het kijken om de capaciteit die ze hebben om die efficiënter en effectiever in te gaan zetten. Oftewel meer risicogestuurd te gaan werken. En dat gaan ze dan per gemeente doen. Dus het aantal uren wat we beschikbaar hebben per gemeente, dat blijft staan. En binnen die uren maken ze dan de afweging nou ja, waar het in het kader van dat risicogestuurd werken controles het beste gehouden kunnen worden. En dat verantwoorden ze ook weer keurig richting ons als gemeente, omdat zij de werkzaamheden voor ons uitvoeren. En dan de gedoogbeschikking. Ja, of ik concrete voorbeelden heb van waar gedoogd wordt, nee. Alleen wat we wel weten is dat bijvoorbeeld in tijdelijke situaties wordt er nog wel eens gedoogd. Dus hangende een oplossing waaraan gewerkt wordt. En in die gevallen is het denk ik goed, en zo is die hier ook vooral bedoeld. Dat kun je doen door nou, gewoon niet te gaan handhaven. Beter is om dat dan ook even schriftelijk te bevestigen. En daar bijvoorbeeld wel een aantal voorwaarden ook aan verbinden. Zodat je misschien wel niet op dat moment helemaal aan de regelgeving voldoet. Maar het ook niet zo is dat je helemaal maar je gang kunt gaan. En dat is wat wij vooral bedoelen met ja, af en toe ontkom je niet aan dit soort situaties. Maar dan moet je daar ook wel helder en transparant in zijn. Dank u wel. Voldoende antwoord, mevrouw Driehuizen. Ja. Verder nog vragen over dit moment? Meneer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het raadsvoorstel, de laatste alinea. Daar wordt gerefereerd aan het rekenkameronderzoek wat u net ook benoemde. En daar staat in dat punten 1, 2, 3, 4 en 6, die adviezen zijn overgenomen. Ik was benieuwd naar hoe omgegaan is met punt 5, inspelen op de omgevingswet. Kunt u daar iets over zeggen? Meneer Huizing. Ja, dat kan ik. Dat ziet u ook in het stuk zelf. Kijk, dan de omgevingswet is er nog niet, maar we weten allemaal dat die eraan komt. Wat wij in het stuk zelf hebben gedaan is vooral onze visie weergeven. Daar begint het stuk ook mee. En eigenlijk, als je dat gaat vertalen, die visie op vergunning, verlening, toezicht en handhaving, dan heb je het eigenlijk al over een overheid die handelt volgens het gedachtegoed van de omgevingswet. Dus die zitten zo in. En waarom hebben wij dan niet gezegd dat wij daar al aan voldoen? Ja, omdat we dat in ieder geval hierbij nog niet helemaal doen. Want dan zul je ook de stap verder moeten gaan maken en daarin je concrete uitwerking. Op alle concrete onderdelen zul je dat moeten aangeven. Dus wat wij wel proberen is daarbij de jaarlijkse uitvoeringsplannen, om dan die vertaalslag nog een stapje verder te gaan maken. En dan zijn we hopelijk ook nog wat dichter bij het ook voldoen aan punt 5. Dank u wel. Ik zag mee ja knikken. Ik denk dat u tevreden bent met het antwoord. Ja, prima. Dank u wel voor de toelichting. Oké. Okay. Dan gaan we verder met punt 6a6. Dat is kopiebrief gemeenteraad West-Terlingwerf aan de Tweede Kamer in zaken de omgekeerde bewijslast kleine gasvelden. Een hele rij. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook het Koevorderveld behoort tot een van de kleine gasvelden in Nederland, waar de NAM versneld en verlengd doorgaat met het winnen van gas. Ik heb daarover een aantal vragen. Kunt u aangeven, dus naar aanleiding van de brief die we gekregen hebben, kunt u aangeven wat de stand van zaken is, of het voornemen van de minister schadeafhandeling voor de kleine velden niet op te nemen in de wet en daarmee het advies van de tijdelijke commissie bodembeweging naast zich neer te leggen? Heeft u daar inmiddels inzage in? Ja, Huizing. Nee, heb ik nog niet. Wat wij wel hebben gedaan bij het winningsplan, of het verzoek om verlenging van het winningsplan voor datzelfde Koevorden gasveld, een van de grootste kleine gasvelden. Daar hebben wij ook aangegeven dat wij juist dit punt, die omgekeerde bewijslast, dat wij vinden dat daar geen onderscheid meer moet zijn tussen een gasveld wat toevallig heel groot is en in Groningen ligt en de andere gasvelden. Dus wat dat betreft onderschrijven wij het standpunt zoals dat hier naar voren wordt gebracht zeker. En hebben wij dat daar ook aangegeven. Maar of dat ook echt effect al heeft gesorteerd, daar weet ik nog niet. Dank u wel. Nog meer?
Twee. Even heel kort, voorzitter. Zodra de wethouder daarover geïnformeerd is, zou je dan de raad er ook over willen informeren? Dat zegt de wethouder toe. Ik kijk rond. Meneer Juffer, van D66. Dank u wel, voorzitter. Ook inhakend op deze brief, Vermilion beheert ook een gasveld in Geesbrug. Daar hebben we eerder al vragen over gesteld. Hoe staat het daar op dit moment? Zijn er aanwijzingen dat ze daar ook versnelling hebben in het leeghalen van het gasveld of niet? Meneer Huizing. Ik heb die aanwijzingen in ieder geval niet. Die zijn bij ons niet bekend. Dank u wel. Klopt wel dat ze nog steeds bezig zijn met het leeghalen en dat dat nog enige tijd door kan gaan. Of er op dit moment daadwerkelijk ook gas naar boven gehaald wordt, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat er nog steeds op zich actieve putten zijn. Ze zijn niet afgesloten nog. Goed, ik kijk eerst naar die kant of daar nog vragen zijn. En die zie ik niet, die kant. Niemand. Dan gaan we verder met het volgende punt. En dat is de brief van de Nederlandse Vereniging, 6A7, brief Nederlandse Vereniging van Raadsleden, 19 september in zaken de zomerbrief. Is daar iemand die een opmerking over heeft? Zo, nee. Dan gaan we verder met punt 6A8. Dat is e-mailbericht campagneleider bij Stoppen CETA bij Milieudefensie in zaken vrijhandels- en investeringsverdrag CETA. Kijk de kring rond. Niemand. Dan gaan we naar 6A9. E-mailbericht directeur-bestuurder SVWN in zaken visitatierapport Domesta. Zijn daar nog opmerkingen, vragen? Ja, meneer Stoker van TAK. Geen vraag, voorzitter, maar wel een opmerking. Domesta scoort in de breedte zeer positief in het voorgelegde visitatierapport. Dat geldt voor alle gebieden zoals belanghebbende, vermogen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, opgave en ambities. En wat ons betreft zijn de complimenten aan de Raad van Bestuur vanuit deze plek op zijn plaats. Waarvan harte, dank u wel, meneer Stoker. Verder niemand. Dan kom ik aan 6A10. Motie gemeente Wormerland, trap op, trap af. Is daar nog iemand? Nee. Dan kunnen we punt 6 afsluiten hierbij en dan gaan we naar punt 7 en dat is de presentatie door mevrouw Doek, beleidsmedewerker onderwijs over wetswijziging voor- en vroegschoolse educatie en inzet geoormerkt middelen gemeentelijk onderwijs. Mevrouw Doek, gaat u gaan. Dank u wel. Bedankt dat ik hier vanavond mag staan. Ik wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse educatie. Ik kan het helaas niet korter maken, het woord. Ik zag op de agenda al staan punt 7 een erg lange naam. Maar goed, voor- en vroegschoolse educatie, VVE, korten we het ook wel af. Waarom wil ik dat met u doen? Waarom willen wij dat met u doen? Het gaat om geoormerkte gelden, dus eigenlijk zijn die hier al voor bestemd. Er ligt een rapport voor de kennisname. Dat rapport is best een ingewikkeld rapport, dus we willen graag van de gelegenheid gebruik maken om bij te praten over de ontwikkelingen in de VVE. We vinden ook dat er een politieke keuze te maken valt en die moet de Raad maken. En we willen ook graag de link leggen met eerdere stukken die al in de Raad zijn geweest. Vandaar deze presentatie. Nou, even heel kort nog om het op te frissen, maar u weet het ongetwijfeld allemaal, Coevorden in cijfers. 24 scholen in het primair onderwijs, 2 scholen voor voortgezet onderwijs. En we hebben 8 partijen kinderopvang, waarvan 6 partijen voorschoolse educatie aanbieden. En als we kijken naar de 8 gebieden zoals we de sociale teams hebben ingedeeld in de gemeente Coevorden, dan worden in alle gebieden van de gemeente voorschoolse educatie aangeboden. Hele mooie spreiding. Nu komt er een nieuwe wetgeving. En de nieuwe wetgeving zegt, op dit moment wordt er 10 uur voorschoolse educatie geboden. We vinden het belangrijk dat we naar 16 uur gaan met elkaar. Daarbij zegt de wetgever ook, dan krijg je als gemeente daar ook extra gelden voor. En die krijgen wij in het GOAB. GOAB betekent gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
even voor u om duidelijk te maken. De gemeenten krijgen geld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Dat noemen we voorschoolse educatie. De scholen krijgen OAP voor 4 tot 6 jaar. Dat is vroegschoolse educatie. Over de vroegschoolse educatie gaan wij inhoudelijk niet. Daar hebben we wel resultaatafspraken met de scholen. Dus met name gaat mijn verhaal vanavond over de gemeentelijke voorschoolse educatie. De wetgeving moet ingaan op 1 augustus 2020. Waarom sta ik dan nu al hier? Nou, de wetgeving zou al ingaan op 1 januari, maar is uitgesteld. Maar wij zijn er klaar voor. Laat dat duidelijk zijn. U heeft al eerder in een brief ontvangen dat de criteria voor voorschoolse educatie ook zijn opgehoogd. Van 1 naar 5 criteria. Daarmee werd ook een stijging van het aantal kinderen verwacht. Dat onder de doelgroepdefinitie zou vallen. Ik denk dat het in de gemeente Coevorden meevalt. Want onze doelgroepdefinitie was altijd al breder dan de landelijke definitie. Dus wij verwachten niet een hele grote toename van het aantal kinderen op dit moment door deze nieuwe regelgeving. Wat wel mooi is, is dat we bijna 3 keer zoveel geld krijgen. Daar zijn we erg blij mee. Ja, en hoe ga je dan verder met zo'n nieuwe wetgeving? We vonden dat je dan eigenlijk niet door kon gaan met het huidige beleid. Dan moet je het beleid actualiseren. En eigenlijk kijken, wat willen we nu heel erg graag met elkaar met nieuw geld en met nieuwe mogelijkheden. Daarvoor hebben wij een werkgroep. Die werkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar. En dat is de werkgroep 0 tot 6. En daarin zit het primair onderwijs. Daarin zitten alle kinderopvangpartijen die voorschoolse educatie aanbieden. Daarin zit ICARE en daarin zit maatschappelijk welzijn en de gemeente. En met die groep hebben wij gezegd, wij gaan een aantal uitgangspunten vaststellen. Wat vinden we nu belangrijk? Op dit moment hebben we een heel hoog bereik. Kinderen met voorschoolse educatie die ligt hoger dan 90%. En dat willen we heel graag vasthouden. De locaties zijn goed verspreid over de gemeente. En ook dat willen we eigenlijk graag zo houden. En dat betekent eigenlijk dat je naar gemengde groepen moet. Die groepen zijn nu ook gemengd. Maar op het moment dat je zegt, wij willen alleen maar groepen waarin doelgroep kinderen zitten, om het woord even te gebruiken, dan zorgt dat ervoor dat je alleen nog maar voorschoolse educatie kunt aanbieden in de stad. Want in de buitendorpen heb je dan niet genoeg kinderen om een groep te vormen. Op het moment dat we zeggen we houden gemengde groepen, kunnen we in alle gebieden voorschoolse educatie blijven aanbieden. Vandaar dit uitgangspunt. Ook hebben we gezegd we willen graag een hoge kwaliteit voorschoolse educatie. Omdat we denken dat in onze gemeente dat nodig is. Daarnaast gaan we naar groepsfinanciering. Op dit moment worden de kinderen individueel gefinancierd. En dat geeft soms een wat scheefgroei als je bijvoorbeeld maar 1 kind in een groep hebt. En je moet dezelfde kwaliteit leveren voor iemand die 8 keer betaald krijgt omdat hij 8 kinderen in een groep heeft met een indicatie. En we gaan naar een inkomensafhankelijke financiering. En dat heeft er ook mee te maken dat we eigenlijk de harmonisatie al hebben gehad, de harmonisatiewetgeving. En daarmee hadden we dit eigenlijk al moeten regelen, maar we wisten dat dit eraan zat te komen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, dat pakken we in 1 keer op. Nou, met de werkgroep 0 tot 6 hebben we heel vaak met elkaar in overleg gezeten. We hebben SARDES, een landelijke partij die zich bezighoudt met onderwijsvraagstukken en met voorschoolse educatie. Die hebben wij gevraagd om ons daarbij te helpen. En dat is het rapport wat u ter kennisgeving heeft gekregen. Dat is een rapport met heel veel tabellen waarvan u misschien denkt, mijn hemel, wat moet ik ermee? Ik hoop dat ik dat in 1 sheet voor u kan samenvatten. Dat scheelt misschien. En dit is hem dan. Ja, wat we hebben gezegd in de werkgroep, als we kijken naar de uitgangspunten. In het rapport werden 4 scenario's benoemd, waarvan 2 met een extra kwaliteit voorschoolse educatie en 2 met een hoge kwaliteit voorschoolse educatie. En als we kijken naar de uitgangspunten die we hebben, vonden wij scenario 3 het beste aansluiten bij die uitgangspunten. Daarmee bedien je de kinderen die een indicatie hebben met 16 uur per week en reguliere peuters met 8 uur per week. En daar zit nou net die politieke keuze. Wil je onderwijsachterstandenbeleid budget, wat bedoeld is voor kinderen met een achterstand, wil je dat inzetten voor reguliere peuters? Het advies van de werkgroep is ja. Want daarmee hou je die gemengde groepen in stand en kun je dus in alle gebieden van je gemeente voorschoolse educatie blijven aanbieden. En anders wordt het beperkt tot de stad. Dan zijn er wellicht ook mogelijkheden om dat aan te passen, maar het betekent wel dat je in de buitendorpen geen voorschoolse educatie meer kunt aanbieden.
Nou, waarom heeft dit tabelletje de cijfers en de getallen zijn niet zo heel belangrijk, maar ik wil u even laten zien dat de prijs van een uur kinderopvang eigenlijk bestaat straks uit twee componenten. Je hebt de toegang, dat is de uurprijs van de kinderopvang, en je hebt de prijs voor hoge kwaliteit. En dat is die €10,89 die hier genoemd staat. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat mensen die recht hebben op kinderopvangtoeslag, dat aanvragen bij de Belastingdienst. En tot €8,17, dat is in 2020 het bedrag dat de Belastingdienst vergoedt, kunnen ze dat regelen met de Belastingdienst. Daar komt de gemeente eigenlijk niet aan te pas. Wel gaat de gemeente dan voor alle uren dat extra stukje tot aan die €10,89 betalen om die hoge kwaliteit te kunnen leveren. Heeft je kind nu een indicatie en heb je recht op kinderopvangtoeslag? Krijg je 8 uur van de gemeente cadeau, omdat we het heel belangrijk vinden dat je komt. En ga je voor 8 uur kinderopvangtoeslag aanvragen. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan hebben we de niet-kotregeling die we in kunnen zetten. En dan heb je ook de VVE-subsidie. Dus eigenlijk betekent het dat het voor ouders de bedragen niet omhoog gaan. Die blijven gelijk of worden misschien nog wel een beetje minder. Omdat we nu 8 uur subsidiëren en 8 uur moet je zelf betalen. En nu is het 10 uur. En we gaan er wat extra bij leggen om die hoge kwaliteit te kunnen leveren. Dit past binnen de budgetten die wij krijgen van het Rijk. En dan houden we ook nog wat over om onze andere dingen te doen die we daaruit moeten doen. Dus we vonden dit met elkaar een mooie oplossing. Vandaar dat dit scenario aan is gedragen als advies. We hebben dit proces zorgvuldig te lopen. We zijn er ongeveer een jaar mee bezig geweest. En we hebben dit ook in het LEA, de lokaal educatieve agenda, hebben we dit ook op tafel gehad. En ook met hen in stemming hierin gebracht. Ja, dan heb je een heel groot rapport wat alleen maar over financiën gaat. Maar hoe zit het nou met die kwaliteit waar we het over spreken? Nou, eigenlijk heeft u daar de afgelopen jaren al een aantal stukken over ontvangen. En dan moet u denken aan het taalniveau 3F, Logo 3000, Boekstart, Boekstart in de kinderopvang, de bibliotheek op school. Nou, u ziet ook nog het logo van Ristar Educatief. We hebben met de kinderopvangpartijen en zijn we nu bezig in het traject om te kijken of iedereen hetzelfde kindvolgsysteem kan gaan gebruiken. Wat aansluit op de kindvolgsystemen van de scholen. Daar zit de kwaliteit die we op dit moment al in gang hebben gezet. En als we het dan hebben over de kwaliteit die we straks gaan willen bekostigen in de nieuwe regeling, dan willen we uiteraard doorgaan met de ingezette weg. En we willen nog extra inzet op taakuren, nou, inrichting organisatiemanagement. De punten die nu op het beeldscherm staan, dat zijn eigenlijk de punten waar we straks op gaan kijken van, kun je op deze punten zo inzetten dat de kwaliteit van de voorschoolse educatie wordt verhoogd. En hier wordt ook op gemonitord bij de kinderopvangpartijen. Het zijn best een aantal punten. U ziet ook staan de HBO'er als coach of beroepskracht op de groep. Daar is nog niet alles over bekend. Als het goed is, komt er in het najaar nog een algemene maatregel van bestuur. Die verwachten we in november met wat nadere tekst en uitleg daarover. En die gaat ook pas ietsje later in dan deze wetgeving. Deze wetgeving zou ingaan op 1 januari. Maar de minister heeft gezegd van we laten hem ingaan op 1 augustus. Dan heeft iedereen wat meer tijd om zaken te regelen. Maar als je als gemeente al zover bent, begin dan ook alvast eerder. Daarom hebben onze partijen in de kinderopvang gezegd, wij willen graag een pilotperiode en kunnen we daar niet gewoon al mee beginnen. Het geld heeft de gemeente al gekregen in 2019. Wij zijn er klaar voor, dus laten we het maar doen. De wet zegt, je moet 960 uur VVE aanbieden in 1,5 jaar tijd. Dat is van de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Hoe je dat inregelt als kinderopvangpartij, dat is aan jezelf. We hebben ook gezegd als gemeente, daar moeten wij ons ook niet mee bemoeien. Als je bijvoorbeeld 16 uur per week wilt aanbieden, 40 weken per jaar mag dat. Maar je mag ook zeggen, ik doe 48 weken, ik spreid de uren wat meer. Je mag het laten opbouwen van bijvoorbeeld bij 2,5, 12 uur en bij 3 wat meer uren. Dat is allemaal mogelijk. De wet zegt ook, je moet het aanbod doen. Of een ouder er gebruik van wil maken, is aan de ouder. Daar zitten geen consequenties aan verbonden. Daarom hebben wij gezegd, we willen heel graag een goede monitoring om te kijken wat onze ouders doen. Brengen ze hun kind nou daadwerkelijk straks 16 uur? Of zeggen ouders, dat vinden we te veel? Nou, dat gaan we allemaal goed bijhouden en we hopen natuurlijk dat ouders gebruik maken van dit
van dit mooie aanbod. Want uiteraard, de kinderopvangpartijen richten zich daar helemaal op in. En het zou mooi zijn als ze dan ook hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat gezegd hebbende, wil ik nog één kanttekening maken, want er stond ook een scenario 4 in het rapport. Waarom zijn we daar nu niet voor gegaan? Hè? Een basisvoorziening voor iedereen, zo heette immers ook het rapport. Nou, het kabinet zegt, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Als je dat wilt doen als gemeente, ga vooral je gang, maar voor ons hoeft het niet. En toen hebben we gezegd van nou, vinden we dat nu op dit moment heel erg noodzakelijk of willen we graag op deze manier beginnen en kijken of we daar naartoe kunnen groeien met elkaar. En daarom hebben wij gekozen voor scenario 3. En dat is eigenlijk mijn verhaal. Dank voor uw presentatie. Ik denk dat we even de kring rond kunnen kijken of er nog vragen uit de commissie zijn die u zou kunnen beantwoorden. Ik zie al meneer Blanke die wil een vraag stellen. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk even benieuwd of er al groepen begonnen zijn met die 16 uur. Ja, we zijn eigenlijk deze maand begonnen, per 1 oktober. En nu zijn we nog een beetje aan het inregelen, dus ik kan u nog geen resultaten tonen. Maar ik hoop dat we zo rond 1 januari daar een uitspraak over kunnen doen. Oké. En u gaf net een overzichtje van de kwaliteit, hè, wat daar nog voor nodig is. Is er al een beeld of daar voldoende mensen zijn die dat ook die ervoor kunnen zorgen dat die kwaliteit ook gewaarborgd blijft? Ja, op dit moment wel. We zitten wel allemaal in spanning te wachten op hoe gaat die HBO eruit zien. Want die liggen hier niet helemaal voor het oprapen. En als je alle kinderopvangpartijen een eigen HBO moet inzetten, dan wordt het misschien best veel. Maar als je met elkaar dingen kunt doen, dan is het goed te doen, denk ik. Voldoende. Dank voor uw antwoord. Stoker. Voorzitter, dank u wel. U heeft een heldere uitleg gegeven, maar wat mij nog wel intrigeert, scenario 3 en scenario 4. Scenario 4 is het meest progressieve scenario. Ja. U vindt het niet nodig, maar u geeft niet de argumenten aan. Ik ben heel erg benieuwd naar de argumenten waarom niet scenario 4. Scenario 4, waarom niet scenario 4? Die is deels financieel ingegeven. Als je zou kiezen voor scenario 4, past die niet binnen het nieuwe budget dat we krijgen. Of je moet zeggen, we schrappen een aantal andere dingen. Nou, we hebben met elkaar in de werkgroep gezegd, dat vinden we eigenlijk zonde van de ingezette weg, want daarmee zou je niet meer kunnen inzetten op extra kwaliteit. En omdat we die kwaliteitsslag ook heel erg belangrijk vinden en willen doorgaan ook met de ingezette weg, hebben we gezegd van, dan gaan we liever nu op dit moment voor scenario 3. En willen we graag kijken of we kunnen toegroeien naar een scenario 4. En gaan we liever niet starten met een scenario 4 om de kwaliteit te waarborgen. Duidelijk antwoord, denk ik, mevrouw Schepers. Ja. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor deze presentatie. Want het was inderdaad een heel groot rapport. En fijn dat het ook in een paar minuten toch helder kan. Ja. We hebben ook een vraag over het bewaken van de kwaliteit. Want dit betekent best wat voor kinderopvangorganisaties. Ja. Sommige kleine kinderopvangorganisaties moeten ineens veel meer voorschoolse educatie gaan aanbieden. Moeten misschien wel nieuwe medewerkers worden aangenomen of worden bijgeschoold. Ja. Ja. En in het plan wordt ook gesproken over subsidiemogelijkheden voor peuteropvangorganisaties. En op een bepaald punt las ik dat misschien een cofinanciering wordt. En iets later zag ik dat een van de oplossingen ook zou kunnen zijn dat er een subsidie komt voor het hele bijscholingsbedrag van de medewerkers van de kinderopvang. Is daar misschien al meer over bekend, hoe dat past binnen dat scenario 3? Eigenlijk doen we dat tweeledig. Dat bedrag tussen die 8,17 euro, het bedrag in 2020, en die 10,89 euro per kind per uur, mag een kinderopvangpartij inzetten voor scholing van medewerkers. Dat is één. Dat geld zou je daarvoor kunnen inzetten. Ten tweede hebben wij een afspraak met de kinderopvangpartijen en we hebben de afgelopen jaren een aantal trajecten ingezet waar ook veel scholing bij kwam kijken. Bij bijvoorbeeld een logo 3000 of bij het werken met een kindvolgsysteem, dat we dat altijd in gezamenlijkheid met elkaar delen. Om te zorgen dat we met elkaar die kwaliteit ook kunnen waarmaken. Ja. Ik ga even verder. Eerst naar de andere. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook wel een aantal vragen, maar eerst even
hierop op aansluiten. Die monitoring van die kwaliteit. Hè. Je noemde ook van we moeten ook afwachten of ouders hun kinderen wel daadwerkelijk 16 uur gaan brengen. Hebben zij ook echt wel die mogelijkheid om daarin te minderen als ze willen? Want we vinden het ook wel belangrijk als fractie ook dat ouders ook de keuze houden of de keuzevrijheid houden om hun kinderen ook een dag naar opa en oma te laten gaan. Ja. Het is op dit moment zo dat ouders hun kind 10 uur brengen. Daar is eigenlijk nooit gedoe over, laat ik het zo even noemen. Ouders brengen hun kind 10 uur. Hè? Dan zit je meestal op 3 dagdelen. 16 uur is dan best een hele hap erbij. Dat is ook het mooie van deze pilotperiode. Je kunt ook bijvoorbeeld beginnen met 12 uur, wat een van de kinderopvangpartijen doet. En daarin zegt de wet ook, en dat zei ik net ook, stipte ik het ook eventjes aan. Een kinderopvangpartij moet het aanbod doen. Of een ouder daar gebruik van maakt, is aan de ouder zelf. Wij hebben met elkaar gezegd, wij vinden niet dat je dan moet zeggen, kom dan maar helemaal niet. Kom dan vooral wel, maar als voor jou 12 uur dan het meest haalbare is, of het meest wenselijk, begin daar dan in ieder geval eerst mee. Of bijvoorbeeld 14, want we willen ons bereik zo hoog mogelijk houden. Kijk, en ouders kunnen altijd doorgroeien naar die 16. De wetgever die legt daar geen beperking over op en ook geen consequentie voor ouders. Het is altijd een vrije keuze van ouders om je kind te brengen of niet. Goed, dank u wel. Nog een vraag had je? Ja, ik heb nog wel een vraag. differentiatie op inkomen ook voor ouders die een kind hebben met VVE-indicatie? Ja. Ja, dan heb ik dat goed begrepen. Ja, op dit moment is het zo dat wij dat niet doen. En eigenlijk hadden we dat bij de harmonisatiewetgeving wel moeten doen. En okay. Dat hebben we het eigenlijk alleen over ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat die dat bedrag wat wij nu bekostigen eigenlijk dan gewoon van de Belastingdienst krijgen. Mm-hmm. Ja. En dat is eigenlijk ook de voorliggende voorziening daarvoor. Dus dat is eigenlijk ook de correcte manier. Ja, nou, ja. Dat lijkt ons ook wel goed. Ja. Dankjewel. Mevrouw Schepers nog een keer. Dank u wel. Inzet is hoge kwaliteit. Hartstikke mooi. Wij zijn benieuwd wat dat betekent voor voor het monitoren van die kwaliteit. Zijn de huidige instrumenten die daarvoor worden gebruikt, zijn die toereikend? Moeten aanvullende instrumenten worden ontwikkeld? Dus een monitor, een peer review, een kindvolgsysteem hoorde ik u ook zeggen. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het kindvolgsysteem, het was altijd zo dat we de resultaten van de VVE, die werden altijd gemeten aan de hand van toetsingsscores in groep 1 en 2. Nou, dat is uit de wet gehaald. Hè? Dat is niet meer een verplichting. Een school hoeft dat niet meer te doen. We hebben gezegd, dan heeft het op een kinderopvang ook geen zin. Als je dat niet meer op een basisschool doet, dan... Dus we hebben gezegd, zorg nou dat we met elkaar een goed kindvolgsysteem hebben, zodat je in het kindvolgsysteem ook gewoon een doorgaande lijn kunt zien. En dan is het allermooiste als dat kan in samenwerking met de basisschool. De basisscholen in de gemeente Coevorden gebruiken allemaal Parnassus als volgsysteem. En 3-star educatief heeft de leerlijnen van Parnassus 0 tot 4 overgenomen. En die gebruiken straks de kinderen van partijen allemaal, zodat het perfect aansluit bij de systemen van de scholen. En dan kunnen we op die manier heel mooi monitoren. En daarnaast zei u van, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe monitor je dan die kwaliteit? De minister die komt nog met richtlijnen voor het monitoren van de kwaliteit. Tot die tijd hebben wij een verantwoordingsformulier gemaakt, noem ik het maar even. Waarin we vragen stellen over de kwaliteit. Om wel op het moment dat de minister komt met een monitoringssysteem, dat we al wel de informatie hier zoveel mogelijk in huis hebben. Duidelijk. Nog een vraag? Oké. Okay. Yes. Een hele kleine vraag. Klopt dat de gemeente verantwoordelijk blijft dan, hè, voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie? Ja, wij moeten daar ook verantwoording voor afleggen bij het ministerie van Onderwijs, bij de onderwijsinspectie. Ja. En zou ik nog één vraag mogen stellen over nog een ander onderwerp, wel binnen dit grotere thema? Gemengde groepen is een van de uitgangsposities. Ja. En nu lazen wij in het stuk dat er een aparte regeling is voor kinderen die wonen, opgroeien op asielzoekerscentra. Dat het COA financiering krijgt voor deze peuters. Als het uitgangspunt gemengde groepen is, bestaat er dan een mogelijkheid om ook deze peuters die opgroeien op het asielzoekerscentrum in Aalde ook te betrekken in dit plan? Ja, dat doen we eigenlijk al.
Okay. In de criteria voor VVE was eigenlijk land van herkomst ook nooit een criterium. Wij hebben dat in de gemeente Coevorden altijd al meegenomen binnen de doelgroepdefinitie. Dus de kinderen van het AZC in Aalden gaan naar beide kinderopvangpartijen in de Aaldenmeent. Ja, dat gebeurt al, want wij vinden het juist heel erg belangrijk dat je ook op die manier mensen erbij betrekt. Ja. Dankjewel. Ik kijk nog om, mevrouw Katenberg nog. Dank u wel, voorzitter. Ja, die hele samenwerking in die werkgroep 0 tot 6 verdient sowieso wel complimenten. Want dat jullie zo op deze manier hier al toe zijn gekomen, dat vind ik echt knap. Dus complimenten daarvoor. Aan het einde van het stuk van Sardes, en ik heb vanuit werkveld al begrepen dat het nog niet helemaal is uitgewerkt. Hè, het verschil tussen extra kwaliteit en hoge kwaliteit, waarin je ook de bedragen en de uren ziet die de PM'ers, de pedagogische medewerkers, extra krijgen. En ook de coaches die dan van 2 naar 4 uur zullen moeten gaan. Daar vraag ik me wel bij af van hoe ga je dan garanderen dat die extra inzet ook weer extra kwaliteit oplevert. En ook daar waar het gaat over die extra uren per groep, zul je toch ook in rekening mee moeten houden dat er op sommige locaties meerdere groepen zijn. En dat die kennis dan al aanwezig is en dat dat extra geld dan niet daar naartoe hoeft te gaan. Maar dat heeft ook alles een beetje te maken met monitoring en zo, waar mevrouw Schepers ook aan haar vraagt. Dus dat is misschien nog wel een tip voor het vervolg. Dit is ook een onderwerp waar we in de werkgroep ook uitgebreid over hebben gesproken. En ook omdat er nog niet precies duidelijkheid is over die HBO'er. Er was eerst een voorstel, maar door protest van de gemeenten is dat voorstel aangepast. Dus we zitten echt met smart te wachten op uitspraken daarover. Ik ben het met u eens. Ik denk ook niet dat dat het verschil maakt. Daarom hebben we ook gewoon gezegd, we zetten in op die hoge kwaliteit. Als we niet voor scenario 4 gaan, we gaan wel voor enorm hoge kwaliteit. Dus, ja. Dankjewel. Nog één laatste. Oké, nog één. Ik weet niet of die voor mevrouw Doek is of misschien voor de wethouder, maar... Die komt zo aan de beurt nog. Ach, kijk eens aan. Nou, wie weet maak ik een bruggetje. In het voorgesteld besluit voor het raadsvoorstel staat dat wij als raad kennis nemen van het rapport van Sardes. Maar de CDA-fractie vindt dat er hele goede uitgangspunten in het voorstel van die werkgroep staan. Die staan ook op pagina 2 van het raadsvoorstel. En vanuit onze kaderstellende rol als raadsleden vinden wij het passend om niet alleen hier iets over het geld te zeggen, maar ook deze uitgangspunten vast te stellen als kaders. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe andere fracties daarin staan. Daar hoeft u niet op te antwoorden, dat doen de fracties, denk ik. En iedereen heeft de vragen gesteld. Dank voor de medewerking voor de presentatie. Nog één vraag, maar misschien kan het ook aan Jeroen, meneer Huizing gesteld worden. Ik denk dat ik eerst woord geef aan meneer Huizing, dat hij nog in een ander wil vertellen erover. En als je dan nog een vraag hebt, stel dan even aan meneer Huizing. Die weet er alles van. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik weinig toe te voegen, want ik denk dat het verhaal heel duidelijk was. Nog wel misschien dan een antwoord meteen op de vraag van mevrouw Katenberg. Wij hebben ervoor gekozen om u in ieder geval niet te vragen om het rapport vast te stellen. Omdat dat een uiteenzetting is van wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat het vanuit de kaderstellende rol van de raad heel mooi zou kunnen zijn om inderdaad te zeggen van nee, we gaan het rapport ook niet vaststellen. Maar een aantal van die uitgangspunten van beleid, die willen we wel degelijk als kaders meegeven. Dus... zie dit in ieder geval als uitnodiging van mijn kant als u als raad zegt van nou, wij willen graag inderdaad ook die kader stellen. Zult u mij niet tegenover u treffen. Dank u wel. Nog een vraag van de heer Blanke, misschien dat u er ook mee kunt nemen. Nou, ik denk dat mevrouw Doek hem het best kan beantwoorden. Maar goed, we gaan het proberen. We gaan het even testen. We gaan het even testen. Mijn vraag was, in de werkgroep van 0 tot 6, in die overleg, was ik eigenlijk ook benieuwd of alle partijen eensgezind waren over de uitwerking. En dat bedoel ik ook financieel gezien, met de betaling van groepen in plaats van leerlingen. Dat was eigenlijk mijn vraag. Zal ik het gewoon gaan proberen? Want volgens mij, zeker met de verduidelijking zoals u hem geeft, kan ik inderdaad zeggen dat partijen daar sowieso al over eens waren dat dat een betere manier was om te gaan doen. Of alle partijen over alle punten het eens waren, dan kijk ik even naar de tribune en dan zie ik een ja, dus ja.
Tijdelijk denk ik, meneer Blanke. Nou, ik denk dat de presentatie en de vragen... Nog een vraag, zegt u maar. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag nog even terugkomen op de opmerking van mevrouw Katerberg. Het voorstel om de uitgangspunten van de werkgroep om dat als kader mee te geven. Dat voorstel dat ondersteunen wij. Bedankt. Goed, daar nemen we kennis van. Ik weet niet of dat nu zou moeten, dat polsen, of dat we... Mevrouw Katerberg heeft een vraag gesteld aan de fracties, dus het lijkt me logisch dat de fractie ook nog even antwoord geeft. Dan gaan we even het rondje langs de fracties. Meneer Stoker. Ja, dank u wel. Ik denk dat het CDA uitstekend voorstel doet om die uitgangspunten ook inderdaad mee te nemen. Dus wat ons betreft steun voor hetgeen net is gezegd. Mevrouw Schepers is bekend. Net aansluiten de Soppen. Ja, het lijkt ons een prima voorstel, want het rapport is opgesteld in samenspraak met VEL. Dus er is draagvlak en scenario 3 spreekt ons inderdaad aan. Omdat dat ook in de dorpen prima gewaren wordt. Kom bij de VVD, meneer Bonkers. Voor ons hetzelfde verhaal. Het sluit goed aan, goede spreiding. Ja. Ja. Meneer Blank, sluit ook aan. Meneer Bouwers. Ja, het is een goed voorstel van het CDA en wij sluiten ons daarbij aan, uiteraard. Nou, de portefeuille. Oh, mevrouw Katerberg nog? Ja, dat was uw voorstel, toch? Daar gaat u wel mee akkoord, denk ik. Ja, zeer zeker. Maar laat ik dan meteen dat even gaan regelen ook. Dan willen we dit ook graag doorzetten naar de raad, dat we het daar als bespreekpunt kunnen pakken en dan dit doorzetten. Neem me mee. Dan sluiten we de presentatie met de beantwoordingen wat erbij gekomen is. Dat sluiten we even af en dan gaan we verder met het voorstel. Punt 8. Het onderwerp wijzigingen voor en vroegschoolse educatie en inzet op gemerkte middelen gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid, zogenaamd GOAP. En het voorgestelde besluit is kennis te nemen van het rapport een basisvoorziening voor alle peuters in de gemeente Coevorden en de bijbehorende OAB-scan. En punt 2, in te stemmen met de inzet van de GOAP-middelen voor zowel doelgroep peuters als reguliere peuters. Wie wenst hierover het woord? Ja, voorzitter, ik ben nu enigszins in verwarring omdat hij nu net verzocht is om als bespreekpunt naar de raad door te gaan. Dus ja, help me even. Ik bedoel, wat hiervoor ligt, dat steunen ik zal wij. Even helpen. Ja, nou, ik denk dat er over het voorstel op zich geen vragen meer zijn. Er zijn alle vragen gesteld. Tenminste, ik kijk rond en iedereen bevestigt dat, denk ik. Dus ik stel voor dat we dan met het spreekpunt met bespreken kunnen gaan. Ja. Wie mag ik daarover de woord geven als bespreekpunt mee te nemen? We hebben al een besluit genomen eigenlijk. Dat is meegenomen. Meneer Blanke nog even. Nou goed, om formeel te doen dan, ja, wij zouden wel steunen om hem ook naar de raad te doen. Ja, nou, de hele commissie heeft eigenlijk het ondersteund al. Ik zal hier nog even bevestigen. De hele commissie, niemand zit ook nee te schudden, dus dat is vastgesteld. En mevrouw Katerberg wil nog even het woord. Ja, wij zullen dan een amendement indienen om het voorstel toe te voegen. Nou, dat is uitstekend. U kunt rekenen op brede ondersteuning, als ik goed begrijp. Dus prima. Moet het dan als gevolg hiervan gaat dit als bespreekpunt naar de raadsvergadering. Het volgende punt is wederom een presentatie. Een presentatie door de Sportel, projectleider Binnenstad, over het proces dat gevolgd is over de totstandkoming van de visie Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuis Heide. Meneer Sportel, u kunt uw gang gaan. Als u even wilt wachten tot de wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden.
Geachte leden van de gemeenteraad, ook ik wil u bedanken dat ik een presentatie mag geven over het project waar ik afgelopen jaar mee bezig ben geweest. Met name trots dat ik hier mag vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Het is een intensief jaar geweest. En, mijn presentatie, eigenlijk is de presentatie bestaat uit twee delen. Ik wil u eigenlijk als projectleider voornamelijk meenemen in het proces. Hè, wat hebben we allemaal gedaan? Welke stappen hebben we gezet? Hoe is de participatie tot stand gekomen? Wat hebben we allemaal gedaan met elkaar? En met wie hebben we het vooral gedaan? En Nienke Jutte van Zwarte Hond zal inhoudelijk iets vertellen over hoe die visie nu tot stand komt. En wat is nu de inhoud eigenlijk van de overwegingen. Om te komen tot die prachtige maquette die ik in april vorig jaar beloofd. Nou, voorafgaand, ik neem u even heel kort mee en even in vogelvlucht mee in wat we eigenlijk allemaal hebben gedaan, zodat we kunnen laten zien waar we vandaan komen en wat nu eigenlijk de grondslag ligt aan de besluitvorming van, die wij nu aan u voorleggen als raad. Het vertrekpunt is eigenlijk de toekomstvisie Centrum Coevorden. Eigenlijk moet ik zeggen, misschien wel het vertrekpunt, maar de wensbeeld 2001. Hè. We hebben het wensbeeld altijd gebruikt als basis. De toekomstvisie Centrum Coevorden is er eigenlijk gekomen dat delen van het wensbeeld niet uitvoerbaar zijn in deze tijd. Toekomstvisie heeft eigenlijk aangegeven, joh, je moet eigenlijk iets doen aan het centrum. Er zijn heel veel negatieve effecten die maken dat Coevorden, de binnenstad van Coevorden met name, te lijden heeft uit en allemaal negatieve effecten, waaronder winkelleegstand, teruglopend aantal bezoekers, enzovoort, enzovoort. Nou, de toekomstvisie heeft gezegd van welke trouwens ook tot stand gekomen is in gezamenlijke opdracht met het centrummanagement. Dus daarmee hebben we ook de partijen die het aangaat, eigenlijk ook de belangen hebben in de binnenstad, daarbij ook in meegenomen. Je zou eigenlijk voor wat betreft de markt en de haven, zou je, zo stelt de toekomstvisie, toe moeten werken naar een aantrekkelijk gevuld centrumgebied. Je moet een brede mix aan functies, zichtbaar en zichtbaarheid geven aan de historie en aan het water. Eigenlijk twee punten die weer terugkomen en eigenlijk telkens terug blijven komen als je het wensbeeld goed hebt gevolgd. Water, historie en gezelligheid. Nou, dat heeft de toekomstvisie dus ook bevestigd. De markt moet eigenlijk worden als een huiskamer. Nou, dat is eigenlijk een beetje de opdracht geweest. Als je dan kijkt dat het een vrij abstracte opdracht zou moeten zijn, is eigenlijk wat Droogtrommel en Partners ons als opdracht heeft gegeven, dat je de bezoekers en de inwoners van de gemeente Coevorden een huiskamer moet geven om te ontmoeten, met elkaar te praten en met elkaar te kunnen verblijven en te genieten van dat wat Coevorden eigenlijk heeft ten opzichte van al die andere steden om ons heen. De historie. We hebben echt veel te vertellen in de binnenstad. Iets wat je echt moet koesteren. En Droogtrommel heeft gezegd van, joh, dat is iets unieks wat Coevorden heeft. En dat kun je uitbuiten, waardoor je eigenlijk het centrum van Coevorden weer relevant maakt voor bezoekers. En daarmee trek je weer bezoekers naar Coevorden toe, die ook weer gaan winkelen en ook weer gaan verblijven. En daarmee ook weer impuls geven aan de economie in de binnenstad. Nou, wat hebben we gedaan? Wat is er eigenlijk gebeurd? Nadat de toekomstvisie is vastgesteld, is er in gezamenlijkheid ook toegewerkt naar een programma. Je stelt heel veel doelen vast en doelen kun je niet zomaar concreet maken zonder dat je daar ook projecten aan verbindt. Al die projecten die zijn verwoord in een programma, programma Binnenstad, wat een gedeeld opdrachtgeverschap ook weer kent. Stichting Centrum Management Coevorden, daar werken we samen mee met woningcorporatie Domesta. Dat vormt samen een stuurgroep en die stuurgroep die neemt beslissingen over alle projecten en ook eigenlijk over de aansturing van het programma. Nou, de programmatische aanpak is wel iets wat past en ook eigenlijk een goede keuze is, want daarmee maak je eigenlijk gewoon verbinding met alles wat je doet en al die projecten die onder dat programma vallen. We werken ook in een programmagroep waarin we ook weer de centrummanager Michel de Gier en ook Herbert Bos van Domesta neemt daar zitting in en een aantal projectleiders van de gemeente, waardoor we eigenlijk altijd met elkaar in verbinding blijven en al die projecten met elkaar op elkaar aan kunnen sluiten. Nou, wat zijn dan die projecten die onder het programma Binnenstad vallen? U kent ze wellicht allemaal. Er zijn een achttal projecten. Privaat vastgoed, waarbij we daar waar nodig ingrijpen in het, nou, wellicht aankopen of het geven van een impuls. Onder andere een subsidie voor bijvoorbeeld de gevels wat nu loopt. Markt als huiskamer is mijn project. Wezensweide is ook een project waarmee we kijken van, goed, wat zou de programmatische aanpak voor de langere termijn moeten zijn. Maar daar valt ook onder, hoe pak je nu dat op korte termijn op? Dat loopt ook allemaal. Centrumstraten is ook een van de hoofdprojecten en daar hebben we nog een aantal
faciliteren projecten die eigenlijk door de projecten heen gaan en eigenlijk onderbouwing geven aan. Nou, dat is onder meer positionering. En er is een besluit over genomen, marketing en beleving. Je moet Coevorden ook kunnen verkopen als je de historie wil vertellen. De bereikbare en comfortabele stad. Nou, daar zijn heel veel discussies ook wel over gaande. Van, ja, goed, hoe ga je nu om dan met bereikbaarheid? Coevorden moet natuurlijk wel bereikbaar blijven voor al die bedrijven die zich nu hebben gevestigd in de binnenstad, waaronder ook winkels. Nou, die zorg die delen wij met elkaar en daar hebben we ook aandacht voor. En toekomstgerichte planologie, dat wat je bedenkt. En stel nu dat er weer wat effecten en ontwikkelingen komen, hoe leg je dat dan vast in al je ruimtelijke beleidsplannen? Dat hangt ook redelijk nauw samen met de omgevingswet, waarin wij ook aanhaken. Nou, veel tekst. Ik heb het eigenlijk opgenomen om in ieder geval aan te geven dat wat de toekomstvisie eigenlijk aan opdracht gaf voor de beschrijving van het project Markt als Huiskamer, we eigenlijk weer hebben verwoord in de projectopdracht. En we hebben naast alleen Markt en Haven, hebben we ook Wezensweide en Citadelpunt meegenomen. Nou, wat willen we dan doen? In feite geeft de toekomstvisie wel aan dat je een centraal ontmoetingspunt moet hebben. Je moet eigenlijk een huiskamer bieden. Je moet er eigenlijk meer mensen trekken naar Coevorden toe. Nou, we hebben dat ook weer verwoord. Ik ga het niet helemaal opnoemen, want dat zou te lang duren en dan kan ik het net zo goed voorlezen. Wat ik hiermee wil laten zien is dat we vanuit de toekomstvisie een goede verwoording in onze projectopdracht hebben gegeven, waarin we eigenlijk oog hebben voor het meer beleefbaar maken van de binnenstad, waardoor we dus ook weer meer bezoekersaantallen kunnen trekken. En eigenlijk ook gewoon weer investeringen proberen te krijgen in de binnenstad. Nou, de participatie en de verbinding, dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken die ik hier wil vertellen. Voordat we gingen starten, hebben we, en dat heb ik u in april ook aangegeven, hebben we zwaar ingezet op de communicatie en de participatie. Je moet partijen allemaal het woord gunnen. Ik heb net verteld dat het opdrachtgeverschap ook namens centrummanagement is. Een aantal partijen die ook in het projectgebied hun belang hebben liggen, die zijn niet vertegenwoordigd in het centrummanagement. We hebben de eigenaren die rondom het projectgebied hun eigendom hebben, dan wel wonen, dan wel een onderneming hebben. Die hebben we uitgenodigd om zitting te nemen in de denktank. Zo ook hebben we gevraagd of de jongerenraad daarbij aan wil sluiten, omdat de stad ook van jongeren is. We hebben de gehandicaptenplatform, zo hebben we een heleboel belangen hebben we gegroepeerd die niet direct vertegenwoordigd waren in centrummanagement in het denktank. De denktank hebben we gebruikt eigenlijk als klankbord van joh, we gaan iets voorbereiden, we gaan iets laten zien, we gaan de stem ophalen van inwonend Coevorden. Hoe valt dit? Denk met ons mee. En we hebben ook vooral veel discussies gevoerd in die denktank om de volgende stap telkens maar weer voor te kunnen bereiden. Andere vorm van participatie en verbinding is eigenlijk Sjam Kandekar geweest. We hebben best wel intensief contact gehad over de vormgeving van deze visie met Sjam Kandekar. En we hadden altijd het wensbeeld. En nou, hoe sluit deze wensbeeld en hoe kun je dit een stap verder maken naar de visie die nu voor ons ligt? We hebben verbinding gemaakt met Peter van Dijk als ontwikkelaar. Peter van Dijk gesprek gehad voordat we gingen starten. Je bent ontwikkelaar hier. Het grenst aan een projectgebied waar de toekomstvisie eigenlijk ons een opdracht voor geeft. Dat zou je niet mee willen doen. En dan hebben we één beeldtaal voor het hele gebied. En dan hebben we veel mooier, kunnen we veel beter ons werk doen als ruimtelijke ordenaars. En kunnen we veel beter ook handen en voeten geven aan die ontwikkeling. Nou, Van Dijk heeft gezegd van dat is een goed idee. Daar wil ik in mee. Dus we hebben ook constant gedurende het proces gesprekken gevoerd. En we houden nog steeds gesprekken met meneer Van Dijk over hoe gaat dit nu. En hoe pas je nu binnen de kaders die wij nu in deze visie hebben vastgesteld. En wat ga je straks doen. We hebben natuurlijk een aantal bijeenkomsten gehad en er zijn een aantal belangrijke mijlpalen waar ik even nu bij stil wil staan. Ik kom straks even bij alle mijlpalen ga ik voorbij. We hebben een stadbijeenkomst gehad in januari. Daarin hebben we eigenlijk de hele binnenstad, eigenlijk alle inwoners direct dan wel indirect uitgenodigd om deel te nemen aan een stadbijeenkomst. Die was goed bezocht. In totaal hebben we, 300 mensen gehad, die dan wel hier in de zaal, dan wel bij de ganse hoedster binnen zijn geweest om een stem te laten horen over wat mening is en of een visie. Daar is een verslag van gemaakt. Dat is vervolgens weer de basis geweest om een stap te maken. We hebben een notitie van uitgangspunten
hebben we opgesteld, waarin we een aantal vragen hebben gesteld. Dat was ook het moment waarop, waarop ik u heb geïnformeerd over van, ja, hoe ver staat het nu? Waar staan wij nu als project? En dit is eigenlijk die volgende keer dan. Die notitie van uitgangspunten waren een zevental vragen. Die waar Nienke wellicht straks over zal vertellen, want dan ga ik direct op de inhoud in. Maar die vragen die hebben we vervolgens weer neergelegd en proberen te beantwoorden met een werkatelier eind april. En tijdens dat werkatelier hebben wij gericht doelgroepen uitgenodigd om meer te denken aan een maquette, een werkmaquette. Waarbij wij dus ook echt het gesprek zijn aangegaan over bebouwing, over nou, zichtlijnen, over wat zou het moeten zijn en wie moeten nu eigenlijk in het projectgebied een plek krijgen en hoe ga je die dan gebruiken. Nou, dat is een intensieve, maar een hele mooie bijeenkomst gehad. Het was wel heel bijzonder, omdat nou, met een maquette werken je eigenlijk gewoon met iedereen op dezelfde manier kunt praten. Je zet een blokje neer en je hebt een gesprek. En dat is hartstikke goed geweest. Welke mijlpalen? Deze sheet heb ik opgenomen, zodat u in ieder geval kunt zien welke stappen er eigenlijk zijn doorlopen. We beginnen weer met die toekomstvisie en daarmee maken we eigenlijk de cirkel ook wel rond. De toekomstvisie heeft eigenlijk geleid tot het programmaplan voor de binnenstad. Die is door de stuurgroep vastgesteld in voorjaar 2018. Dat heeft voor mij de aanzet gegeven om een plan van aanpak te maken voor hoe ga je hiermee, hoe ga je dit project vormgeven. Als je dat gedaan hebt, dan ga je met elkaar nadenken van ja, god, maar wie wil ik graag erbij betrekken. Dus op een gegeven moment hebben we in juli hebben we een denktank bij elkaar geformeerd. Daar ook afspraken mee gemaakt van joh, hoe ga je dit nu doen? Welke afspraken voor discussie gaan we doen? En hoe gaan we nu kritische succesfactoren, zeg maar, kritische succesafspraken met elkaar maken, zodat je niet in herhaling valt, maar ook echt door gaat werken. Dat heeft ook weer geleid tot een aanbesteding, een opdrachtverstrekking en uiteindelijk de startbijeenkomst die ik net heb beschreven. Uiteindelijk hebben we een conceptvisie aan het college en aan de stuurgroep gepresenteerd. Wij konden met een aantal opmerkingen konden we verder. En uiteindelijk heeft dat geleid in juli tot een besluit van het college te zeggen van nou goed, hiermee kunnen we verder. En dat maakt dat ik nu voor de laatste mijlpaal van deze visie voor u sta te presenteren met een maquette. Nou, wat gaan we dan hierna doen? Want hier houdt het niet mee op, want met een maquette kun je wel mensen trekken, maar dat is niet de bedoeling. We gaan natuurlijk werken naar een realisatie van wat hier voor ligt. We gaan natuurlijk niet letterlijk dit als een opdracht nemen, maar dan ook uitwerken. Als dit het uitgangspunt is, moet je natuurlijk wel toewerken naar exacte plannen van ja, hoe ziet dat er nou uit? Als je een haven graaft, ja, maar hoe zien dan die technische aspecten van die haven eruit? Ik heb ook een bericht gekregen van onder meer ook de havenvereniging die ook in de denktank zat. Die heeft ook zijn zorgen gehad over ja, hoe ga je dit nu doen? Ze spreken daar straks ook over in. Het maakt ook onderdeel uit van een vervolg. Van, ja, je moet er wel over nadenken. Hoe ga je nu om met bijvoorbeeld waterkwaliteit? Hoe zorg je dat het goed komt? En hoe kun je nu op een juiste manier een aannemer, een opdracht geven die uit kan voeren, waardoor we allemaal tevreden zijn? Nou, dat zijn allemaal zaken die nu nog moeten worden uitgewerkt en in deelprojecten en in stukjes opdelen. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met het cultureel jaar. Wij gaan zeker rekening houden met van, ja, hoe ga je dan om met de bereikbaarheid. He, want er gebeurt iets en u zult de visie hebben gezien. Er gebeurt ook iets met parkeerplaatsen. Nou, hoe ga je daarmee om? Daar moet je wel goed over nadenken. Dat heeft zeker onze zorg. We gaan natuurlijk ook even bekijken van als we hier een opdracht voor geven. Misschien is er ook nog wel een derde partij die subsidie kan geven. Dus dat maakt ook nog weer onderdeel uit van onze vervolgzoektocht naar financieringen. En pas dan komen wij bij een uitwerkingsopdracht en zullen we dat uitwerken. En op het moment dat, voordat wij een aannemer opdracht zullen geven om de schop in de grond te zetten, dan zullen wij natuurlijk budgetten moeten hebben. En dat is het moment waarop wij bij u weer aankloppen. Van joh, we hebben een prachtig plan, we hebben het nu concreet gemaakt en wij verzoeken u nu budget vrij te maken om ons de gelegenheid te bieden om dit te kunnen realiseren. Dit was eigenlijk in het kort dan het proces. En ik wil nu eigenlijk het woord overdragen aan het inhoudelijke gedeelte over de visie. Nienke? Ja, ik kan het nu vertellen, maar ik begreep dat er eerst de insprekers waren. Of ga ik gelijk
wijzend voor Heinemuur. Nou, dat is point voor Heinemuur. Goedenavond, mijn naam is Nienke Jutten. Ik werk bij het architectenbureau en stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond in Groningen. Ik ben ook vereerd dat ik hier mag staan om het project wat we samen hebben gemaakt toe te lichten. Het begon ook eigenlijk, een van de eerste bijeenkomsten was ook in deze mooie zaal. En hier staan we nu ruim een half jaar verder om het resultaat te presenteren. Zoals Michiel al aangaf, dat hebben wij zeker niet alleen gedaan. Met veel mensen van die hier aanwezig zijn hebben we het gemaakt. En ook met de verschillende experts. Kom ontdekken in Coevorden. Want Michiel vertelde het al, jullie hebben een prachtige stad. Er zijn prachtige schatten te vinden. Soms moet je ze een beetje goed zoeken. Maar we denken dat we met ons project zeker een schat toevoegen aan deze mooie stad. Oh, dat is lastig. Oké. Nou, Michiel, zet hem op. Waar gaat het over? Dat is jullie onder. Jullie kennen de stad als geen ander. Opdracht voor de Weeshuisweide, de markt, de citadelpunt en de haven. En als je nu rondloopt, of ook een van de eerste keren toen ik rondliep, er zijn prachtige stukken. Er zijn ook prachtige stukken vernieuwd al vanuit het wensbeeld van Sean Kandekar. Er zijn ook stukken die nog zeker kans hebben om veel meer kwaliteit te krijgen en ook nog die vernieuwingsslag aan te gaan. Waar we op hebben ingezet is om die kwaliteitsslag te maken. Ja, om eigenlijk in samenhang het hele gebied te bekijken. En of je in samenhang een project kan maken, wat we uiteindelijk Kasteelpark Coevorden hebben genoemd, voor deze mooie binnenstad. Volgende graag. Zoals Michiel al zei, we zijn begonnen met in de breedte, dus zo hoe wij vaak werken, dat we heel veel inspiratie, heel veel ideeën ophalen en dan in een half jaar tijd steeds verder inzoomen en tot een concreet planvoorstel. Dit is de startbijeenkomst die ook in deze zaal was, waar we vier perspectieven hadden geschetst en waar we jullie ook uitdraagden om te vertellen, is het nou een huiskamer voor de inwoners, is het een huiskamer voor de toeristen, natuurlijk voor allebei, is het een plek om te verblijven, om te hangen of is het een plek om te werken. En zo hebben we allerlei input gekregen en met name ook dat de historie heel belangrijk is en dat we die nog veel beter zouden kunnen laten zien. De volgende bijeenkomst met de maquette. Er zijn een aantal beelden, maar ik had er wel 100 beelden neer kunnen zetten. Ik zie ook verschillende mensen in de zaal die ook een maquettevoorstel hebben gemaakt. En dat was voor ons ook heel goed om te kijken. Wat Michiel zegt, je zet een blokje neer, je hebt een gesprek met elkaar. Wat doet bebouwing? Wat doet een hal? Wat doen bomen? En welke elementen vinden we belangrijk? Daar hebben we conclusies uit getrokken en naar een planvoorstel toegewerkt. Dat hebben we uiteindelijk Kasteelpark Coevorden genoemd, om ook het enige kasteel van Drenthe wat Coevorden heeft ook prominent, nog veel prominenter op zijn plek te zetten. Die samenhang biedt tussen de verschillende onderdelen, dus dat het echt een eenheid, als een eenheid kan aanvoelen in het centrum van de stad. Die natuurlijk goed bereikbaar is, die natuurlijk ook prominent ligt in de assen van het stervormige opzet van de stad. Met wandelroutes, met fietsroutes. En ook nadrukkelijk ook vanuit de stad genoemd. Dat kasteelpark is fantastisch, maar zorg ook voor dat het heel goed bereikbaar is en goed zichtbaar is vanuit verschillende plekken van de stad. Om dat kasteelpark te maken zijn er natuurlijk heel veel lagen die in zo'n plan zitten. Ik wil er een aantal noemen die ook door de stad zijn aangegeven. Van benoem de historie, wees een toekomstbestendige stad. De duurzaamheid is heel belangrijk. Net werd ook al de biodiversiteit genoemd. Wees toekomstbestendig ook in de klimaatveranderingen. Zorg ervoor dat je ommetjes kan maken, dat je een mooie wandeling kan maken. Ook heel belangrijk dat de citadel die op drie punten al gerealiseerd is, maakt die vierde punt af, zodat we echt dat onderdeel uit het wensbeeld ook realiseren. En dit is dan de plankaart geworden van Kasteelpark Coevorden. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat we voor het hele gebied een samenhang willen maken, dat er een beeldtaal komt.
met een aantal elementen die herkenbaar worden. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Dat het ook wel degelijk vergroent, dat het een aangename park wordt, plek wordt, pleinen worden. Om samen te komen en om te verblijven. En dat is ook wel iets wat meegegeven werd, jazeker ook om die toerist mee te, meer naar de stad toe te trekken. Ook vanuit het vakantiepark in de omgeving, maar ook op een dinsdagochtend of een vrijdagmiddag. Dus zorg dat op alle tijden van de week ook een aantrekkelijke plek is, waar je trots op bent, waar je graag naartoe gaat, die je graag wil laten zien. Er zitten verschillende onderdelen in, dus die wil ik even één voor één langslopen. Dus de Weeshuisweide als deelgebied, het kasteel, ofwel de citadel hebben we hem genoemd, en de markt- en notaristuin. Die zal ik één voor één doorlopen. Voor de Weeshuisweide. Belangrijk is, zeker bij zo'n Weeshuisweide, als rand van het kasteelpark, dat we de randen en de entree en de herkenbaarheid goed benoemen. We vinden het belangrijk dat er ruimte is en dat er een wijdheid is tegenover het kasteel. Maar ook om het weeshuis weer nadrukkelijk aan die weide te laten liggen. En als ik dan naar de volgende mag, want die is wat duidelijker. Die herkenbare entree maken we door een berceau te maken. Nou, dat is een chic woord voor een pergola of een loofgang van oudsher. Een element wat die rand maakt, die kan begroeien, waar vogels in kunnen, zich kunnen nestelen, waaronder je kan spelen, waaronder je kan wandelen. Maar een hele duidelijke karakteristiek in een expressieve vormentaal die we willen maken, maakt die rand van het park. Het park vergroent verder, het krijgt nog veel meer verschillende soorten groen, verschillende soorten bomen. Zoals je ziet kan er een terras komen, bijvoorbeeld aan de kant van het weeshuis. Een plek voor de gracht die van oudsher lag, die we misschien nog wat duidelijker in de beplanting ook willen visualiseren. Mag ik even inbreken? Ja. Geagendeerd was dus een presentatie over het proces wat Michel Sportel gedaan heeft. En we zijn toch wel enige tijd gebonden, dus ik wil even vragen hoe lang deze presentatie nog duurt. Het wordt wel gewaardeerd, maar we hebben nog meer te doen. Wat u zegt, wat u aangeeft, ik kan heel snel. Ik kan alleen plaatjes klikken. Geeft u aan hoe lang het is? Dan kan ik daarop op inspelen. Ik weet niet hoe lang de presentatie is, maar als u wat door wil draaien, heel graag. Dan ga ik het nog korter en bondiger doen. Excuus. Dus, die gracht rondom het kasteel zou ook met beplanning aangezet kunnen worden. En hoe tof zou het zijn dat je één keer per jaar op de foto kan met de bloeiende gracht. De berceau waarover ik vertelde, in verschillende vormen. Maar wel dat we een element van het kasteel hebben gepakt in een kapvormen, dat een inspiratiebron kan zijn in de verdere uitwerking. Hier nog even de berceau laten zien dat hij begroeid kan worden met verschillende klimops waar vruchten aan zitten, die verschillende kleuren heeft, die misschien hoger is als poort, waar een route vanaf de winkelstraat het park of de weide het kasteelpark benadrukt. Nou, hier een maquettebeeld. Die maquette kunt u straks ook hier zien. Dus met een groot, mooi, wijd zicht op het kasteel. Dan de markt. Belangrijk om te vertellen dat we voor die alledaagse dag, dat we de markt rondom de cafeetjes en de winkels die er nu zijn, tot een terrassenmarkt hebben benoemd. Dat er een grote open ruimte aan de havenkant komt als manifestatieruimte, als marktruimte. Daartussenin een markthal. En groene eilanden die ruimte vormen met bomen en beplanting. Dat ziet er zo uit. Dus die eilanden zijn wat hoger. Er zijn ook randen om te zitten, om te spelen. Die bieden schaduw en verkoeling in warme dagen. Een markthal. Nou, dat hoeft niet per se deze vorm te zijn, maar wel ook het idee dat de berceau en de markthal een aantal karakteristieke elementen uit dat kasteelpark een hele mooie, sterke vormentaal hebben. Die hal is, of de markthal is een soort referentie of een knipoog naar de Oude Veemarkt. Die verbindt de pleinen, maar die maakt ook een mooie begrenzing voor de pleinen. Daaronder kun je spelen, daaronder kun je een concertje geven of een bijzondere markt houden. Het dak hebben we voorgesteld, zou je dat niet als groen dak, als watervasthoudend dak. En dat je daarmee het water langzaam vertraagt en afvloeit richting de haven. Hier nog even een beeld van de eilanden. Nou, daar kunnen jullie je van alles bij voorstellen. Dat er elementen zijn om te spelen, ook met het water te spelen, ook op het plein. En het is goed om te benoemen, dat had ik eigenlijk in de plankaart moeten laten zien, maar dat water wat vastgehouden wordt en wat naar beneden loopt, dit ligt eigenlijk op de voormalige voorde van Koevoorde. Dus hier willen we zo'n waterspeelelement maken,
precies op de plek waar Koevoorde is ontstaan. Oh. Nou, Michiel, nog op. De haven, er is ook in het kasteelplak is dus veel meer ruimte voor groen. Er is ook veel meer ruimte voor water. Niet alleen om te spelen, zoals ik net liet zien, maar ook om veel meer water te bergen. Dus om de vierde citadelpunt willen we het water vergroten. Maar het water zo laten oplopen, en dit is een diagram, dit is niet een ontwerptekening, maar wel dat je zo langzaamaan het water ondieper maakt. Dat je kan pootje baden, dat je kan spelen. En dat er ook een zachte oever is waar water wat vanaf het plein komt gezuiverd kan worden. Hier een beeld van de maquette met zicht op de beide pleinen. Dus dit wordt het terrassenplein, dit meer het manifestatieplein met de markthal. En hoe die precies in vormgeving eruit ziet, dat is natuurlijk nadere studie, zoals Michiel ook aangaf. Dan de citadelpunt. Ja, dus hier is een mooi zicht van de vier, dus deze punten die liggen er natuurlijk al. Het kasteel, de derde punt bij Hotel de Fluit, vierde punt die we voorstellen, waar het water omheen gaat. En voor de bebouwing op de citadelpunt hebben we gezegd, je zou eigenlijk in de maat en schaal van gebouwen in Koevoorde zelf, zoals het postkantoor, zoals het nieuwe waterschapsgebouw, dat je in die reeks van gebouwen een aantal elementen toevoegt. In die orde grootte van schaal. Nou, daar hebben we een aantal randvoorwaarden voor opgesteld. Dat er voldoende doorzichten zijn, dat er voldoende zicht op bestaande bebouwing is. Nee, dit kan je gewoon wel doen. En dat er kapvormen zijn die spel spelen met kapvormen die nu ook in de stad aanwezig zijn. Het moet nadrukkelijk bij elkaar horen en ook bij de stad horen. Waarbij het gebouw wat aan de haven staat, dus dat is deze op de kop. Dat die ook nadrukkelijk een hele openbaar publiek programma krijgt op de begane grond. Dat is eigenlijk de mooiste plek aan het water, op de zon. Dus het is een hele mooie toevoeging als plek om te vertoeven op een mooie zomermiddag. Nou, dit, volgens mij dat heb ik net wel verteld. Van dat je de vormentaal en inspiratie kiest uit de omgeving. Hier nog een beeld dat een gedeelte van de Bloemenzee ook misschien wel nog doorgezet kan worden aan deze kant. Je ziet ook dat het publieke gebouwtje dus mooi een spel aangaat bij de gevels, de historische gevels in dit pand. Zijn we terug bij de plankaart. En ik denk dat het toch goed is om te benoemen dat we dus hier vooral ruimte maken voor groen. En dat we hier ruimte maken voor echt een marktplein. Dus de berceau als belangrijke rand en entree en eyecatcher. Ook als je je auto hier parkeert en hier een wandeling maakt. De markthal als een belangrijke eyecatcher. Zichtbaar vanuit de verschillende assen van de stad. Het vergroenen ook. En het vergroten van de haven met een aantal nieuwe volumes. Zodat je met trots kunt zeggen, groeten uit Koevoorde. Uit Kasteelpark Koevoorde. Dankjewel voor de presentatie. Ik wil even voorstellen over de laatste presentatie. Dat gaat eigenlijk over de inhoud van het raadsvoorstel. Dus daar kunnen we straks vragen over stellen en bespreken. Over het eerste gedeelte, over het proces dat die presentatie, het proces dat ook uitgebreid beschreven in het rapport wat jullie hebben kunnen lezen, wat jullie over beschikken. Zijn daar nog dringende vragen over? Want anders gaan we over tot behandeling van het voorstel straks, als de insprekers geweest zijn uiteraard. De heer Hoedemaker. Ja, ik wil nog wel een vraag stellen aan de heer Sportel. En misschien komt die ook op een andere manier aan de orde, maar... Het lijkt me een goede plek om hem nu te stellen. U vertelde over het gesprek wat er geweest is met Peter van Dijk en met de pandeigenaren. Ook in het hele proces van iedereen daarbij betrekken. En ik ben benieuwd hoe zich dat verhoudt tot het advies van Kandekar met betrekking tot het ontwerpproces. Hij geeft heel nadrukkelijk aan dat je in die ontwerpprocesfase toch erg moet aansluiten bij wat mevrouw Jutte ook aangeeft. En dat je daar mogelijk prijsvragen over moet doen, maar dat je dat heel duidelijk gefaseerd moet doen. En dat je daar niet één partij de lead in moet geven, dus in dit geval de projectontwikkelaar zelf. Nou,
Even beginnen bij Peter van Dijk en de gemeente. Peter van Dijk heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente. En ook die is hier lang eens geweest, een aantal jaren terug. Waarin staat dat Peter van Dijk een zorgvuldig proces moet doorlopen met alle belanghebbenden die eigenlijk rondom zijn te ontwikkelen gebied hun belang hebben. Nou, in het gesprek wat wij gevoerd hebben met Peter van Dijk toen wij gingen starten en eigenlijk hem hebben voorgesteld van joh, doe nu mee, wil je meedoen in dit proces waarin eigenlijk al die belangen ook meedoen, heeft hij aangegeven dat is een goed idee. Want hij bevestigde eigenlijk ook wel, daar wordt het plan alleen maar mooier van. In het gesprek wat wij met hem hebben gevoerd, hebben we het ook gehad over kaders, randvoorwaarden. En die leest hij ook terug in de visie. Dat is eigenlijk wel het beginpunt en dat is eigenlijk ook wel de start. En Nienke heeft al aangegeven, je zou eigenlijk toe moeten werken aan een eenduidige vormentaal, een eenduidige beeldtaal die je in het hele kasteelpark wil doorvoeren. Waardoor je eigenlijk eenheid creëert en de bezoeker, de inwoner eigenlijk aangeeft, ik ben nu in het kasteelpark, ik kan het zien aan de gebouwen of aan de vormen die ik zie. Nou, hoe gaan wij dat nu bewerkstelligen? Voor mij gaat uw vraag daar naartoe. Van jou, hoe kun je dat nu met Peter van Dijk dan afspreken? We hebben met Peter van Dijk afgesproken van jou. Wij gaan met elkaar een gesprek aan. Hè? We zijn eigenlijk in feite partners. Je bent een overeenkomst met elkaar aangegaan, dus je werkt daarin samen. Wij gaan ervan uit, en de gesprekken die hebben ook diezelfde tendens, dat we daar ook over uitkomen. Nienke voert daarin gesprekken over met de ontwikkelaar van Peter van Dijk. Ja, goed, maar wat zijn de ideeën hierover? We hebben Peter van Dijk ook gevraagd van, ja, goed, maar wat vind je nu eigenlijk van deze uitkomst? Van Dijk heeft aangegeven, hier kan ik wat mee. Dit is wel een goed uitgangspunt voor mij. En daarmee gaan wij ervan uit dat we eruit komen. Mocht dat niet zo zijn, dan is de gemeente kaderstellend. En misschien geeft dat ook wel antwoord op uw vraag. Op het moment dat het zo moet zijn dat je een bouwvergunning moet hebben, moet je getoetst worden aan wat nu een bestemmingsplan is en wat straks een omgevingsplan is. Daarin, in een bestemmingsplan of een omgevingsplan kun je kaders vaststellen. Daarbij heb je ook nog een keer een beeldkwaliteitsplan wat je daarbij kunt gebruiken, waarin je die vormende taal in feite ook wel redelijk kunt afdwingen. Nou, daar hebben we een open gesprek over gevoerd met Van Dijk. Op die manier gaan wij met Van Dijk om in dit project. Dus zal straks in de uitwerking van hoe komt het er nu exact uit te zien ook wel weer een gesprek worden vervolgd. Voldoende zie ik. Verder nog een dringende vraag, meneer Mulder. Ja, dank u wel. Ik had even een vraag over de mijlpalen de komende periode. Waar ik nog geen beeld van heb, is het onderdeel planologie. U noemde net ook al even een omgevingsplan, maar hoe past dat daarin? Wat is het planologisch? Wat moet er daarvoor gebeuren? Bij elk plan gaat het in eerste instantie om de inhoud. Zonder inhoud kun je geen goed plan maken. Waar we nu mee bezig zijn is een eerste grote stap. En dit is eigenlijk de belangrijkste mijlpaal om een goed omgevingsplan te kunnen maken. Dit is het uitgangspunt. Dit is de stip die we nu op de horizon hebben gezet. Hoe die er exact uit gaat zien, dat moeten we nog uitwerken. Maar op basis hiervan kun je een plan maken. Wij gaan ervan uit dat wij gedurende in de komende tijd veel stappen gaan maken, waardoor wij veel concreter kunnen gaan worden. Er wordt binnen de organisatie ook gewerkt aan een pilot voor een omgevingsplan voor de binnenstad. En waar ik al aangaf is dat wij nu programmatisch werken en waarbij die programma's op elkaar worden afgestemd. Waardoor je eigenlijk parallellen krijgt in opgang van nou, hoe geef je dat dan vorm en loopt dat gelijk op met de inhoud. Dus op die manier proberen wij op elkaar aan te sluiten waardoor je dus een goed plan krijgt en dus ook een goede planologie. Voldoende. Dan meneer Kamps. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk, blijft de denktank nog bestaan? Eigenlijk is dit een project. Ik heb de denktank gevraagd meer te denken in dit project. En dan is het lastig te zeggen van, joh, God, maar nu hier houdt het op en we gaan bedankt en we gaan nu verder. Zo werkt het niet. Er zijn nog een heleboel dingen waar we samen over na moeten denken. Waaronder, hoe geef je er nu echt inhoud aan? Hè? Hoe gaan we nu bewerkstelligen dat die uitstraling er komt? In het advies van Sjam Kandekar geeft Sjam ook wel aan dat het heel belangrijk is dat je de mensen mee blijft nemen in het proces komende. Dus
voor die uitwerking zullen we zeker kijken van, ja goed, maar welke partijen kunnen we nu goed gebruiken om draagvlak te kunnen blijven houden voor datgene waar we nu mee bezig zijn. En voor de denktank geldt en gold ook wel dat er ook wel wat mensen zijn die kanttekeningen hebben bij wat je aan het doen bent. Maar draagvlak, bij het creëren van draagvlak hoort ook het geven van antwoord of van waarom niet. En dus een denktank is altijd belangrijk. Dus ik vind het een... In dit project ben ik er erg blij mee geweest. Ja. De Heling nog? Ja, ik vroeg me af hoe de relatie is met de pandeigenaren van de panden aan de Weeshuisweide hier. Als die achterkant er zo blijven, dan kunnen we wat doen aan die Weeshuisweide wat we willen, maar dan wordt het nooit mooi. Ja, klopt. Onderdeel van het project Weeshuisweide was in eerste instantie ook eens te inventariseren of er mogelijkheden zijn om met die Weeshuisweide, met die wand aan die achterzijdes, soms ook een voorzijde, bezig te kunnen. Daar zijn wel wat ideeën over geweest, zijn ook gesprekken over geweest, alleen dat heeft niet kunnen leiden tot een concrete slag, zijnde we gaan met z'n allen nu iets doen aan die wand. Dat is ingewikkeld, het is verdeeld particulier eigendom en in principe kun je als gemeente daar niet op dwingen. Waar we nu over nadenken is hoe kun je dat nu stimuleren. En binnen de planologie zijn er ook wel gedachten om te bekijken van ja, op welke manier kun je dan gebruik geven wat wellicht kan leiden tot een wenselijke aanpak van die achterkanten. Dus het is wel lastig, het is ingewikkeld en waar moet je dan aan denken? Nou, je zou bijvoorbeeld aan kunnen denken dat je in het bestemmingsplan of in het omgevingsplan straks mogelijk maakt dat je een andere functie daaraan kunt geven, waardoor je eigenlijk een soort van voorkant creëert, wat nu een achterzijde is. Ook dat is nog steeds ingewikkeld, dat ben je aan het stimuleren, dat dwing je nog steeds niks af. Wellicht kan ook een oplossing zijn dat daar ook, we hebben gevelsubsidies in de winkelstraten die goed lopen. Wellicht zou je iets in de subsidies kunnen doen, alleen dat moet je verkennen met elkaar. En je moet ook met elkaar een gesprek aangaan wat zou dan het beste werken, zodat je ook gericht een ingreep kunt doen voor een stimulans. Dankjewel. Ik denk dat we door de vragen heen zijn voor dit moment. Natuurlijk straks bij de behandeling van het stuk waar we straks aan beginnen, dan komt er al meer aan de orde. En dankjewel voor de presentatie. Jullie beiden. Dan komt het volgende punt. Dat is de drie insprekers. En ik wil in volgorde van binnenkomst wil ik ze aan het woord laten. En dan wil ik vragen of de heer Klaas Lamberink hier naartoe wil komen om zijn woordje te doen. Van deze jaar. Ja. Geachte gemeenteraad, als Stichting Centrum Management Coevorde zijn we een betrokken partij in de binnenstad van Coevorde. Met de partijen die wij vertegenwoordigen, dus Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Coevorde, de winkeliers vertegenwoordigd in de CAV, de Toreco, de Warenmarkt, de EDS-plein en de cultuursector, hebben wij dus een groot belang bij de leefbaarheid, maar ook de economische aantrekkingskracht van de binnenstad. Met de gemeente Coevorde zijn wij mede opdrachtgever geweest van de toekomstvisie binnenstad Coevorde. Die vastgesteld is eind 2017, zoals net even werd gememoreerd. En wij zijn ook opdrachtgever van het daaropvolgende programma binnenstad. En wij participeren samen met de gemeente en Domesta ook in de stuurgroep. Zoals net leven werd gememoreerd in het procesverhaal. In die rol van mede-opdrachtgever zijn we ook verantwoordelijk voor de oplevering. En hopelijk ook op een positief raadsbesluit. En dus ook voor de verdere uitwerking van die visie op het kasteelpark Coevorde. We menen dat die visie ook een goed antwoord is op de ambitie en de uitdagingen die we met elkaar afgesproken hebben een aantal jaren geleden. En we staan er klaar voor om gezamenlijk aan de slag te gaan, zoals we dat eigenlijk al een paar jaar doen, om dit verder uit te werken. Daar past wel één opmerking bij en dat is het parkeren. Gezien de economische leefbaarheid, ook met name voor winkeliers en partijen die economisch belang hebben bij een goed functionerend centrum, is parkeren van groot belang. Het kasteelparkvisie
voorziet in het verdwijnen van een groot aantal parkeerplaatsen op de markt en de Weesuwijnen. Maar we moeten wel realiseren dat Koevoort voor horeca, winkeliers, etc. Ook afhankelijk is van parkeren dichtbij. En het moet altijd een speerpunt blijven. Er is de afgelopen maanden wat onrust ontstaan bij winkeliers nadat de visie wat meer naar buiten kwam. Met name over het stuk parkeren. We hebben op 24 september hebben wij een avond georganiseerd samen met de Zwarte Hond gemeente. Om met winkeliers te praten over, over de situatie, maar ook over de visie op het Kasteelpark. Nou, die visie op Kasteelpark die werd unaniem wel gesteund. Maar goed, men maakte zich zorgen over het parkeren. We hebben gesproken ook over alternatieven. En we hebben ook met hun afgesproken, want de parkeersituatie zoals gewenst moet nog verder uitgewerkt worden. Maar we moeten wel zorgen naar oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de betrokken partijen. Nou ja, we hebben daar op die avond ook wel iets gezegd van, ja, weet je, er kan pas een steen uit de markt gehaald worden. Op het moment dat duidelijk is wat het alternatief is qua parkeren. En dat vind ik ook wel een soort toezegging die wij als centrummanagement ook in ieder geval binnen het project nadrukkelijk naar voren zullen laten komen. Maar dat vinden we dus ook een heel wezenlijk standpunt. En daar wil ik eigenlijk nog wat aandacht voor vragen. Ja, we willen dan ook dat vragen dat standpunt te bekrachtigen. En we vinden eigenlijk dat voldoende parkeerplaatsen altijd een voorwaarde moet zijn in de goed functionerende binnenstad. Dat er voldoende ruimte is voor de betrokken mensen hier om mee te werken, om mee te denken aan een alternatief. Gezien het feit hoe we de laatste jaren samengewerkt hebben, maak ik me daar niet zoveel zorgen over. En inderdaad, wat ik net al zei, er zullen geen parkeerplaatsen verdwijnen voordat er een binnen het project door de stuurgroep geaccordeerd alternatief parkeerplan is. Tenminste, dat is een wezenlijk onderdeel om vrij snel aan te pakken in deze. Nou, dit alles vraagt om een nadrukkelijke gezamenlijke ambitie. En ik geloof absoluut dat we met al die partijen kunnen komen tot een hele mooie binnenstad. Een toekomst met een kasteelpark Koevoorde in de binnenstad waar bezoekers en bewoners graag komen en waar voor ondernemers mogelijk is om een goede boterham te verdienen. Dank u wel. Dank u wel. Blijf er nog even staan, want wellicht dat er nog wat vragen uit de commissie zijn. Mevrouw Sieben. Dank u wel, voorzitter. Meneer Lammering, dank u wel voor het verhaal. Ik begrijp dat jullie het steunen, hè, de visie ook. Ik heb begrepen ook al van meneer Sportel dat jullie mede opdrachtgever zijn. Nou vraag ik mij wel af waarom dat punt, hè, over die parkeerplaatsen niet al wat eerder, hè, voordat deze visie hiervoor lag, al echt aan de orde is geweest en al wat verder uitgewerkt is. Nou ja, kijk, we hebben visie en uitwerking wel even uit elkaar gehaald in deze. En volgens mij moet je, als je visie hebt, moet je ook ruim kunnen denken in het perspectief. En vanuit het perspectief niet vanuit belemmeringen denken. En dat is de reden dat we wel in de beginfase al gezegd hebben, parkeren wordt een belangrijk onderwerp. Maar het wordt pas een belangrijk onderwerp nadat we de visie hebben samen vastgesteld. Dank u wel. Mag ik nog een vraag stellen? U geeft aan, hè, in het verhaal, we willen graag dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Maar hebben jullie daar al een beeld bij? Hoeveel dat dan is ten opzichte van wat dat nu is? Nou kijk, als we de ambitie hebben dat er meer mensen deze kant op komen, zullen er meer parkeerplaatsen moeten komen. Of we zullen ze op een andere manier moeten herinrichten. En de afstand naast winkelstraten is ook een ding. Dus er zijn een aantal criteria die van belang zijn om het parkeren op een goede manier vorm te gaan geven. Volgende? Eén vraag stellen? Nog één. Dan ga ik de andere kant op kijken hoor. Maar u geeft ook wel aan dat er ook alternatieven kunnen zijn. Ja, want die hele visie gaat natuurlijk ook om het bezoeken van de binnenstad, om de toerist, hè, om die daar langer te laten blijven. Ik begrijp ook dat de ondernemers een belang hebben, hè, dat je wel wat dichterbij kunt parkeren. Maar met deze visie kunnen niet al die parkeerplaatsen in die binnenstad blijven.
Maar is dat wat u vraagt? Of? Nee. Niet alle parkeerplaatsen kunnen op dezelfde plaats blijven. Maar wel in de nadrukkelijke omgeving van het winkelgebied. Tenminste, dat is wel het streven. Goed, kijk even naar de andere kant, meneer Hoedemaker. Ik begrijp uw zorg. En ik kan er ook voor een belangrijk deel in meegaan. Maar ik zie in de rapportages hierover zie ik ook staan dat er nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd worden. Zijn dat er dan opeens veel minder dan er nu zijn? Want als ik het gebied zie, dan lijkt me dat zelfs groter dan het gebied wat hier verloren gaat op de markt en op de Weeshuisweide. Het sluit een beetje aan op het antwoord van net wat mij betreft. Als we kijken naar alternatieven, dan het zal op een andere plaats, andere plek plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. Maar dat betekent wel dat we moeten kijken naar minimaal net zoveel en ik denk nog meer. Maar goed, dat zal ook moeten blijken uit onze ambitie, zeg maar, om te groeien. Aanvullende vraag opstellen, want het feit dat op de kaart althans het gebied wat nieuw parkeren zelfs binnen de single is, groter is dan het gebied wat verloren gaat, stelt u niet gerust? Sorry, maar dat moet u nog even herhalen voor me. Binnen de binnenstad, binnen de single, wordt er meer, althans in vierkante meters, meer parkeerplaats gerealiseerd dan er verloren gaat door de parkeerplaatsen op te heffen op de markt en op de Weeshuisweide. Maar dat stelt u niet gerust? Nou, ik denk dat er meer parkeerplaatsen moeten komen. Laat het duidelijk zijn. Alleen, we moeten het nog wel hebben over hoe en wat en waar. En dat doen we het liefst in samenspraak met alle partijen. Dus die zijn nu niet vastgesteld, die plekken. Hè? Daar hebben we wel over gesproken, planplaatsen. Maar het is niet vastgesteld exact waar ze komen. Dat is het. Meneer Kamps, dat klopt, hoor ik achter me dus. Bij ons is bekend dat parkeren op het dak van de Ganzenhof toch maar minimaal gebeurt. Kunnen wij daar iets in betekenen, misschien als raad, om een betere verwijzing daar naartoe? Nou, dit is een van de elementen die we dus ook mee moeten nemen in een nieuwe situatie. Maar daar wil ik nog niet op vooruit lopen, eerlijk gezegd. Maar het is wel even goed om dit mee te nemen, in ieder geval. Dank u wel. Meneer Stoker, toch? Sorry, ik wil wel even een vraag stellen, want heel concreet, hoeveel parkeerplaatsen denkt u nodig te hebben in de binnenstad van Coevorden? Of gaat het ook om een afstand? Want laten we wel wezen, er zijn echt genoeg steden ook in deze omgeving waar mensen gewoon echt een kwartier moeten lopen voordat ze in de binnenstad zijn. Volgens mij, als ik kijk naar de tekeningen, dan zitten ze echt op minuten lopen afstand en geen kwartieren, zeg ik het maar even. Want ik denk echt dat in het plan er heel veel parkeerplaatsen in parkeerplaatsjes voorzien. En ik denk juist dat het misschien wel goed is om een aantal parkeerplaatsen terug te dringen. Om die automobiliteit terug te dringen. En vergroening in de binnenstad ook een grote goed te laten zijn. Dus ja, hoeveel parkeerplaatsen heel concreet vindt u dat er moet zijn in het plan, zeg maar in de binnenstad van Coevorden, als we het hebben over deze plannen? Nou, ik ga geen getallen noemen, dat mogen duidelijk zijn. Maar het gaat wel op het feit dat de economische leefbaarheid een rol speelt, de aantrekkelijkheid voor toeristen, maar ook het milieuaspect van dat je op andere manieren de binnenstad binnenkomt. Nou, dat moet in een parkeernota en dat moet vertaald worden naar de hoeveelheid stenen die we daarvoor gaan gebruiken. Maar concreter dan dit kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dank u wel. Het blijft allemaal een beetje vaag, die parkeerplaatsen, maar dat wordt nog allemaal besproken en in de planning, et cetera. Overleg, punt van overleg. Meneer Bouwers. Ja, voorzitter, u zegt wel, ja, het blijft al een beetje vaag. Maar we hebben daar ook het probleem mee, dat het een beetje vaag blijft. Want ja, je kunt wel wat beslissen. Kijk nou eens gewoon om je toe. Kijk nou eens in Hardenberg. Hè. Dat is een nieuw stadscentrum. Het is nu 4, 5 jaar oud. Maar een parkeergelegenheid in de stad, dat is heel geweldig. Dus, maar ik weet dat ik daar nog op dit moment niet over moet beginnen, maar het moest er even uit. Maar, dus, het moet wel geparkeerd worden in het centrum.
En ik vind het jammer dat dat ook wordt aangegeven, dat ze er nog, ja, zou wel over nagedacht zijn, maar dat er verder naar ons toe nog niet wordt gegeven waar de mogelijkheden zijn. Ja, links en rechts staat wel een plannetje wat dan kan. Dus een plan zonder parkeerplaatsen in het centrum. Ik denk aan u van, wat wilt u daarmee gezien de tijd? Iedereen die wil toch dichtbij parkeren. Dan zul je toch ook, als jullie dan ook moeten zeggen, ja, we willen toch wel graag in het centrum blijven. Ik kan, en de mogelijkheden die zijn daar wel voor, denk ik. Even reageren. Ja. Ik heb net ook een pleidooi gedaan voor het parkeren dichtbij. Dus ik denk dat het ook in het centrum moet plaatsvinden. En dat het ook kwalitatief niet minder wordt dan het nu is. Maar goed, concreter, daar gaan we mee aan de slag als een van de eerste uitwerkingen, zeg maar, van de visie. Dus dat moet gebeuren. En daar heb ik volgens mij mijn pleidooi ook wel enigszins laten doorschemeren. Dank u wel. Er zijn veel de inhoud. De wethouder wil nog wat opmerken. Nou ja, dat is precies waar het over gaat. Het gaat over inhoud. En als het over parkeren gaat, wij maken inderdaad samen deel uit van die stuurgroep. Er is wel degelijk natuurlijk ook over parkeren gesproken. Laat even één ding duidelijk zijn. Kijk, toeristen willen we graag langer houden dan 2 uur. Dat betekent dat we moeten kijken voor welke doelgroep we waar moeten gaan parkeren. Dat is één. Tweede punt is dat we niet voor niets grond hebben geruild en aangekocht in het Bogaasterrein om daar eens te kijken van hoeveel parkeergelegenheid kunnen we daar kwijt. We hebben niet voor niets zorgvuldig de grond bewaard waar het voormalig zwembad heeft gestaan. Dus we hebben allerlei mogelijkheden opengelaten om te zorgen dat wij die parkeergelegenheid op een fatsoenlijke manier kunnen gaan invullen. Daar heb ik alle vertrouwen in en dat we daarin ook nog goed moeten gaan verwijzen. En dat er een parkeerroute moet komen in Coevorden, dat is ook helder. Maar dat komt allemaal terug in het parkeer of in het verkeersonderzoek wat nog moet plaatsvinden. Het gaat hier nu nadrukkelijk om een visie die we met elkaar bespreken. Daarin zijn nog een hele hoop dingen niet concreet, maar die moeten nog uitgewerkt worden. En die concreetheid die komt pas na een visie. Dank u wel. Dus hier is toch enige duidelijkheid, denk ik, hoe het echt zit. Ik denk dat er geen vragen meer zijn. Nog een vraag, ook aan meneer Heerling. Ja, dank u voorzitter. U zei net, we steunen de plannen. Ik had eigenlijk verwacht dat u zou zeggen van, we zijn zeer enthousiast over de plannen. Wat tempert uw enthousiasme behalve de parkeerplannen? Nou, als we niet enthousiast zouden zijn, dan... maar goed, misschien dat ik net even wat iets te nuchter zei. Maar natuurlijk zijn we enthousiast over de plannen. Mogen duidelijk zijn. Ik bedoel, het sluit volledig aan op... hoe ik denk dat Coevorden weer ontzettend aantrekkelijk kan worden vanuit zijn eigen unieke selling points. Dank u wel. Dank voor uw inbreng. We hebben afgesproken dat u achteraan kunt gaan zitten aan de tafel. Dan wil ik de heer Jan Wolter Mager vragen voor zijn inspreken. Ja. Voorzitter, leden van de raad, gefeliciteerd. U bent op de goede weg. Met het plan om de huiskamer van Coevorden nieuw leven in te blazen. Met het project Kasteelpark Coevorden. Een project waaraan we middels de projectgroep zelf ook een bijdrage hebben mogen leveren. En in grote lijnen kunnen we ons vinden als havenvereniging in de plannen die voor ons liggen. Daarin is onze insteek steeds geweest het terugbrengen van het water in Coevorden. Het centrum gedeeltelijk uitgraven van de gedempte haven. Maar over de vorm en inhoud van die haven hebben we echter op dit moment wel enige bedenkingen. Vandaar ook onze inspraak. Een haven dient als een veilige ligplaats voor schepen. Dat was zo en is nog steeds zo. Bovendien brengt een haven reuring met zich mee. En dat past prima in het leven maken en het houden van het centrum van Coevorden. Gelukkig werd deze mening van ons door een groot deel van de bevolking gesteund. Tijdens de inspraakmogelijkheden die er zijn geweest. Maar gelijk ook ontspoort het idee een beetje, omdat er verschil is over de vorm en de inhoud van deze haven. Wij als havenvereniging zijn van mening dat een haven een ligplaats moet zijn voor schepen. Niet meer en ook niet minder. De bedenkers echter van het voorliggende plan opperen ideeën over speelwater en om diep water. Schepen hebben echter diep water nodig. En een haven is voor ons geen speelplaats, althans...
wat het water betreft. En bovendien, en dit aspect wil ik hier wel heel duidelijk benadrukken, is de binnenhaven dat is stilstaand water. Stilstaand water in het centrum kan alleen als het voldoende diep is. Zo niet, dan ontstaan er gevaarlijke situaties. Zeker met het oog op de hoge temperaturen die we afgelopen zomers gehad hebben. Het water wordt dan zo warm in een ondiep speelgedeelte dat er direct gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. Dit vonden wij overigens niet alleen. We hebben contact gehad met waterschap Vechtstromen die naar we hebben begrepen het beheer van de binnenwater gaat overnemen van de gemeente. En dat heeft geleerd dat ook die deskundigen daar exact dezelfde mening zijn toegedaan. Vandaar dus deze opmerking. Bovendien, maar dat zien we als een waardevolle bijdrage in het geheel, een haven waarin ook wat grote schepen kunnen liggen. Dat biedt ook in de winter mogelijkheden. Wie wel eens in Groningen is geweest in de decemberperiode in de Noorderhaven, heeft gezien dat er fraai verlichte schepen liggen. Dat zal voor veel sfeer zorgen tijdens de donkere kerstdagen. Om dat mogelijk te willen maken, willen we als havenvereniging graag onze medewerking toezeggen. We hebben daartoe al contacten gehad met de schepencarousel en die kunnen daarin bemiddelen. Uiteraard willen wij als havenvereniging graag en actief betrokken blijven bij de uitwerking van het onderdeel van het kasteelpark Coevorden. Wij als havenvereniging wensen u als bestuur van de gemeente Coevorden alle wijsheid toe. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik wil het volgende stellen. Toen net bij de vorige spreker zijn er veel inhoudelijke vragen gesteld die beter door de wethouder benoemd hadden kunnen worden in de behandeling van het stuk. Ik wil nu wel voorstellen dat eigenlijk natuurlijk wel aan de inspreker vragen gesteld kan worden. Maar als het om de inhoud gaat, laten we dat even bewaren straks voor de behandeling van het stuk. Desalniettemin kijk ik even rond en zijn er vragen aan deze inspreker. Ze zijn allemaal geschrokken van mij natuurlijk. Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken en dan mag u ook achterin plaatsnemen, de tafel. Dank u wel. Dan als laatste heb ik nog Aart Wolters, die ook zijn zegje wil doen over het plan. Voorzitter, gemeenteraad. Werk in de winkel. Coevorden, stad van strijd, staat nu op het punt een beslissing te nemen die een omwenteling zal betekenen voor de binnenstad. Coevorden moet een bezoekersstad worden, van boodschappenstad naar een bezoekersstad. Een mooi plan ligt voor ons. Michel de Gier in de Coevorden-krant zegt realistisch, het is een kwestie van de lange adem, er is werk aan de winkel. Ga het verhaal over Coevorden vertellen, eventueel met virtual reality. Over de gebouwen en gebeurtenissen die geweest zijn. De Coevorden, de vroegere doordwaardbare plaats waar Coevorden haar naam heeft ontleend, stroomt symbolisch over de markt door de markthal naar de haven. Voor dit unieke plan moeten gewoon de auto's van de markt en de Wezersweide, Wezersplein verdwijnen. Praktisch, gewoon weg ermee. De bezoekers moeten een mooi beeld krijgen van Coevorden Centrum. Coevorden moet smoelen. Genieten van berkoos, waterstromen, havenbad, markthal, kasteeltuin. Op zich een mooi plan. En ik vind het fijn dat onze gemeente hier tijd en geld in wil steken. Indicatief 8,4 miljoen. En wat met de huidige klanten? De afdeling boodschappenmensen, willen die nog wel? Ik lees en hoor daar niks over in dit landschappelijke vormgevingsproject. Boodschappenmensen zijn mensen met geld op zak, spullen gekopen in de stad. Gewoon klant van winkeliers, directe handel en omzet. Voornamelijk herhalende klanten van deze stad. Die stappen uit de auto, trein, lopend of fiets. Weten ongeveer wel wat ze willen. Gaan naar de winkel, kopen en gaan weer. Veel mensen doen in Coevorden hun boodschappen ook van buitenaf en daar is niks mis mee. Dit soort boodschappenklant blijft. Coevorden wordt geen shoppingstad in vergelijking met grote steden. Deze gerichte klant van Coevorden wil gemak. Gratis parkeren en in een redelijke tijd zijn spullen ophalen en niet te ver sjouwen. Coevorden biedt dit gemak op dit moment. Niet echt mooi, maar wel functioneel. De meest bezochte parkeerplaatsen zijn die op de Wezersweide en de markt.
En die moeten weg volgens dit plan. Ik vind het een verkeerd deel van dit plan en dat moet niet gebeuren. Zo jaag je de klanten weg. Zo blijft er een lege bezoekersstad over. Graag de raad, gooi niet het kind met het badwater weg. Het schrappen van twee prominente parkeergebieden in het hart van Coevorden, de Markt en Wezersweide, veroorzaakt onrust onder de winkeliers. Het blijft het grote pijnpunt, zegt voorzitter Richard Dimmerdaal van de Coevorder Handelsvereniging in het Dagblad van Noorden, 26 september. De marktkooplieden zien het niet zitten hoe de markt wordt ingedeeld en maken zich zorgen omtrent de parkeerplaatsen op de markt en de bereikbaarheid van de vrachtwagens. Dit heeft de heer Jaap Vaassen regelmatig geuit in het overleg met de structuurgroep. Ik heb er moeite mee dat er zo gemakkelijk de parkeerplaatsen weggehaald worden en gezegd wordt het alternatief hoor je later wel. Dat vind ik geen plan. Eerst moet de raad met dit plan akkoord gaan en dan horen de retailers waar hun klanten de auto's mogen neerzetten. En dat is in feite geen raadsel meer. Het staat al in het rapport en te vertoveren lukt ook niet. Dus moeten we ervan uitgaan dat ergens bij het Bogartsterrein of Bogartsgebied Oostersingel een paar plekjes erbij komen en bij het oude sportfondsenbad omgeving HEMA. Beloofd is dat kwalitatief en kwantitatief op zijn minst dezelfde aantal parkeerplaatsen erbij komen. Ik vind het een vreemd standpunt, want beter dan wat het nu is, kan eigenlijk niet. De parkeerplaatsen versnipperen, de loopafstanden worden groter, de aanlooproutes ongezelliger. Een paar vragen en antwoorden van de leden van het CHV en antwoorden door programmaleider en projectmanager dinsdag 24 september 2019... Opmerking of vraag, gratis parkeerruimte trekt mensen van overal? En het antwoord is, het gratis parkeren blijft. Een vraag of opmerking, is het een optie om onder het kasteelpark te parkeren? De huidige parkeerplaatsen liggen toch nu al verdiept ten opzichte van de Wezersweide? Antwoord, dat is iets wat bekeken moet worden in de nadere uitwerking. Opmerking, Bogartsterrein. De bereikbaarheid van de trein is zeer slecht bij het Bogartsterrein. Antwoord, na voldoende parkeerplaatsen kwantitatief en kwalitatief wordt goed gekeken bij de verdere uitwerking. Uiteraard moeten die parkeerplaatsen ook goed bereikbaar zijn en aangegeven staan. Laatste opmerking. Denk ook aan de loopafstand van parkeren naar de winkels. De bereikbaarheid naar de winkels moet goed zijn en blijven. Het antwoord, dat is absoluut een belangrijk uitgangspunt. Alle bezoekers van de stad moeten op een goede manier kunnen parkeren, nu en in de toekomst. Mijn slotpleit is, hou de parkeerplaatsen zoveel mogelijk op de Wezersweide en Markt. En gemeenteraad, neem geen beslissing over dit project eer duidelijk is wat er met het parkeren in de binnenstad gebeurt en planmatig is uitgewerkt. Want ik ga voor werk in de winkel. Met aandacht, bedankt voor de aandacht, Aad Wolters. Dankjewel voor je inbreng. Het geldt eigenlijk hetzelfde als net. Gaat het over de inhoud, dan kunnen we beter straks in het stuk bespreken. Is het niet over de inhoud, kunnen we even vragen stellen aan de heer Wolters. Niemand? Aad, verzoek je ook bij de heren te gaan zitten en deel te nemen. Je zit in de kring. Dus. Goed, volgens mij zijn we aangekomen bij de behandeling van het punt 9. Het onderwerp ruimtelijke en programmatische visie Markt, Haven, Citadel, punt en Wezenhuisweide. En het voorgestelde besluit in te stemmen met de ruimtelijke en programmatische visie en de daarin voorgestelde uitvoeringsambitie voor het projectgebied en de ruimtelijke kaders voor de Citadel, punt. Ik stel voor dat we dus als gebruikelijk eerst de vragenrondes krijgen en dat we daarna dan het punt kunnen bespreken. Ik begin aan die kant. Mevrouw Siebe. Dank u wel. Nou, dat was een heleboel informatie. Wij hebben wel een aantal vragen. Dat gaat wel over verschillende
onderwerpen. Maar goed, ik zal ze achter elkaar stellen, denk dat het... Mag ik nog even inbreken, even wat afspreken? Ik denk dat er heel veel vragen zijn. Misschien dat u wel 5, 6 vragen heeft. Ik wil eigenlijk voorstellen dat elke fractie 2 vragen stelt, dat ik dan rondga. En dat dan daarna gewoon weer 2 vragen stellen. Anders krijg je het gedoe dat 1 fractie 5 vragen achter elkaar stelt. Dus ik stel voor dat ieder 2 vragen stelt. Dan gaan we naar de volgende en dan draaien we ze om. Dank u wel. Wij hebben nog een vraag, hè. Meneer Sportel heeft een aantal projecten genoemd die deel uitmaken van het programma Binnenstad. Die Kasteelpark is daar onderdeel van. Maar ook de Centrumstraten is een project wat daar onderdeel van uitmaakt. En wij vragen ons af hoe dat in elkaar zit. Want het Kasteelpark, maar ook de Centrumstraten samen met het parkeren heeft natuurlijk wel allemaal met elkaar te maken. En de andere vraag is, er is een bedrag genoemd, een indicatie. En wij vragen ons af hoe realistisch de uitvoering is. Hè? Hoe het zicht op de financiering is. Hoe jullie daarin staan. Meneer Siers. Nou, we hebben denk ik vanuit de visie bedacht dat de samenhang moet borgen. Dus als het gaat om het Kasteelpark en als het gaat om de Centrumstraten, dan hebben we natuurlijk met elkaar te maken daarin. De Centrumstraten hebben we in de positionering en het aanwijzen van het kernwinkelgebied hebben we al eerder over besloten. Dus toen hadden we dit plan nog niet. En nu geldt dat we over dit plan een besluit vragen, over deze visie een besluit vragen. Natuurlijk is daar rekening mee gehouden. Met hoe we naar die centrumstraten kijken. U kunt ook aannemen dat de parkeergelegenheid, zoals ik net al even beschreef, ja, die ligt ook niet substantieel verder af van de winkelstraten. Als je het goed beschouwt, ze liggen wel op een andere plek, maar niet verder van de winkelstraten. Er zijn ook winkeliers waarvoor geldt dat de parkeerplaatsen dichter bij de winkels liggen. We moeten om iets te bereiken, om iets te veranderen, zullen we ook iets moeten opofferen en op andere plek weer moeten gaan herstellen. Nou, dat is wat we eigenlijk hebben gezegd. We gaan eerst voor die visie. Die visie die sluit natuurlijk binnen het geheel altijd aan op de andere projecten. Die samenhang wordt via het programma ook nadrukkelijk bewaakt. Nou, en daar mag u ook ons aan houden dat het op die manier gebeurt. Tweede vraag over de financiering. We hebben getwijfeld of wij u zouden verblijden met een bedrag of dat het juist dat we dat niet zouden moeten doen. Het is gewoon een inschatting. Het is een indicatie. We vragen ook vandaag niet om geld. Maar wij vonden het toch belangrijk dat u iets van een soort indicatie zou krijgen. Ik kan me daar nog niet aan verbinden aan dat geld. Dat moet ook niet, want daarvoor komen wij nog bij u terug. Omdat we het nog verder moeten uitwerken. Maar er is wel naar gekeken. En het is niet zo dat we... iemand zei op een gegeven moment tegen mij, van, komt er straks nog een eentje voor. Nou, dat gaan we niet beleven. Voor dit moment voldoende, denk ik, de 2 vragen. Meneer Mulder. Ja, ik heb bijna dezelfde vraag over financiering. Dus ik zit even te denken hoe ik die anders ga... Dat niet meer, dat scheelt alweer. Ik ga hem anders stellen, want ik heb het plan gelezen. En dan denk ik van, we geven hele mooie ruimtelijke kaders. En dan lees ik de conclusie over het bedrag eronder. Dan denk ik van... als wij nu ja zeggen tegen die kaders, geven wij dan eigenlijk bijna een blanco check? Of hoe gaan we die kaders dan toch zo snel mogelijk in beeld krijgen? Dat zou ik toch wel graag willen weten. En de andere vraag werd ook al even in de presentatie aangehaald. Maar een van de grote partijen is de ontwikkelaar Van Dijk. Wij proberen hiermee onze kaders vast te stellen, maar... Hoe hard is dat voor de heer Van Dijk? Hoe gaan we daar mee om de komende periode? Ja, meneer Siers. Ja, u geeft een blanco cheque en daar gaan wij vrolijk mee op stap. Nee, kijk, het is natuurlijk het is een goede vraag. Alleen die financiering, die kunnen wij nu nog niet scherp maken. Want we hebben het over een visie.
Daar kunnen nog allerlei bijstellingen in plaatsvinden als we met de uitwerking bezig zijn. En als dat zo zwaar tegenvalt in theorie, dan kom ik bij u met een verzoek wat u waarschijnlijk niet gaat honoreren. Dus u gaat zelf over die financiering uiteindelijk. Maar wij hebben de indruk dat we met dit bedrag in ieder geval een heel eind komen. Anders dan zouden we hem niet durven neerleggen. Maar u mag me daar nog niet op vastbinden, want wij moeten hem nog echt uit gaan werken. Wij zijn ook nog voornemens om daar wat cofinanciering op te krijgen. Hè? En die route die wordt op dit moment al bewandeld, ook richting provincie. En we kijken ook naar bijvoorbeeld, wat kun je dan met zaken als klimaatadaptatie, hè, waar misschien wel wat middelen voor vrijkomen, ook vanuit andere gremia. Dus daar kijken we ook serieus naar. En ook vanuit de kant van de ondernemershoek moeten we ook kijken van, ja, wat kunnen we dan met elkaar over afspreken. Geen blanco cheque, nee, een visie die u vaststelt, waarbij nog onderliggende projecten verder uitgewerkt moeten worden. En die gaan we op geld zetten. En dan de tweede vraag was over de projectontwikkeling van de heer Van Dijk. Ja, kijk, we hebben daar, ook de heer Sportel heeft daar al iets van gezegd. De heer Van Dijk heeft zich verbonden aan een zorgvuldig proces. Volgens mij is hij daar netjes in meegelopen. Is hij ook op bevraagd. Heeft gezegd, nou, hier kan ik wat mee. Heeft u gehoord. En daarnaast hebben wij nog altijd onze eigen regels. Als het gaat om welstand, vergunningen en bestemming. Waar wij vanuit die hoek waar wij ook, zeg maar, toch zeggenschap hebben, invloed hebben. Daar heeft u als raad ook invloed op. Om te kunnen zeggen, nee, hier gaan wij niet mee akkoord. Dit vinden wij onvoldoende. En dit past niet bij, bij de kwaliteit van dit plan. Nou, daar heeft u dus nog, wat mij betreft, veel zeggenschap op. Zo hebben we dat eigenlijk ook in het verleden al besproken. Ik heb toen ook aangegeven, toen dat ter discussie kwam, dat wij met goede plannen terug moeten komen. Want anders geeft de raad gewoon simpelweg geen akkoord. Zonder beantwoord, denk ik. Meneer Bouwers, denk ik. Ja, de vraag van de cofinanciering die heeft u al beantwoord, dus wat dat betreft. Ik zit toch nog even behoorlijk met die parkeerplaatsen in Den Haag. De handelsvereniging die zit daar ook mee. Ik wil u toch wel vragen om daar nog eens goed over na te denken. Net zoals u zegt, ja, we hebben voorlopig dit plan al liggen, je bent er mee eens of niet. Maar ik hoor toch ook in de stad veel mensen die zeggen, ja, het gaat uit de stad weg. En ik begrijp u wel dat u zegt van, ja, aan het spoor komen nog weer parkeerplaatsen. Maar in dit centrum is het natuurlijk ook heel belangrijk. En dat vind ik heel jammer dat u daar anders over denkt. Ik zou anders zeggen, wat kunnen we eraan doen dat u nog eens een keer wat omdraait. In ieder geval aandacht ervoor heeft dat in dit gebied toch nog wat parkeerplaatsen komen. Nou, ik heb helemaal niet gezegd dat de parkeerplaatsen uit de stad verdwijnen. Dat is punt 1, maar ze blijven gewoon binnen de gracht. En ook niet naar het spoor. We hebben het hier over de Oosterzeeënhoofdstraat, het Bogaasgebied. En we hebben het over de Molenbelt. Nou, dat is toch nog verdacht dicht bij het centrum, volgens mij. Daar hebben we al heel goed over nagedacht, volgens mij. Alleen we moeten het nog wel concreet gaan invullen op die plek. Dus in dat opzicht hoef ik niet opnieuw na te denken, zoals u dat van mij vraagt. Want in de uitwerking zal dat zeker voorbij gaan komen. U had er één gesteld, dus u mag er nog eentje bij. Nou, de volgende is dus van, zou u dan binnenkort met die invulling van het centrum kunnen komen? Dat is wel heel belangrijk. Ik denk ook voor iedereen die hier aan tafel zit. Kijk, dat doen we gezamenlijk in de stuurgroep. Het centrummanagement is daar ook gewoon meer opdrachtgever van. En we hebben al met elkaar daarover gesproken dat dit het eerste is wat we met elkaar gaan uitwerken. Dus dit heeft ook absoluut, ook qua prioriteit, onze aandacht. Dank u wel, de heer Heling. Ja, dank u, voorzitter. Ja, onze fractie wil koetkekoet voorkomen dat dit een bodemloze put wordt. Dus we zouden graag zien dat dit grote project in kleine deelprojectjes wordt opgedeeld en begroot. En dat we een tussenstop kunnen maken wanneer we dat nodig achten. En ik zou graag willen weten van de portefeuillehouder of dat mogelijk is.
En mijn tweede vraag is, die subsidiecoördinator, was die nou niet heel erg wenselijk geweest op dit moment? Dus mijn vraag is, wanneer is zijn of haar aanstelling? De wethouder. Dat zijn twee vragen die ook over twee verschillende portefeuilles gaan. Ja, ja. Dus als het gaat om de bodemloze put, ja, ik geloof niet dat we daar op dit moment als Koevoorden onbekend staan. Dat we dat op die manier doen en daar willen we ook niet onbekend staan. Dus het zal zorgvuldig moeten. U heeft ook gehoord dat er nog verschillende projecten binnen onder deze visie komen te hangen. Dus u heeft een terecht punt. Als u zegt van ja, knip dat op. Nou, dat is ook ons voorstel. Dat gaan we ook doen en op die manier gaan we het ook uitwerken. We zullen niet per projectje bij u komen om geld te vragen. Want ook dan zult u weer vragen om hoeveel worden dan in totaal. Dus wij zullen nu aan de slag gaan met verder uitwerken van de projecten. En dan ook in hapklare brokken, in eenheden, zeg maar. En dat kan zijn een splitsing, Weesuwijde, Markt en Haven. Maar dat soort... en dan zullen we daar weer subprojecten onder hangen. Op die manier zullen we bij je terugkomen en om middelen gaan vragen. En de volgende vraag was voor meneer Bouwmeester met betrekking tot de subsidiecoördinator. Ja, ik voelde hem al aankomen, voorzitter. En terecht staat het onderwerp in de belangstelling. Ik geloof niet dat we ons afhankelijk moeten maken van deze discussie over de subsidiecoördinator om stil te staan bij de vraag hoe we de financiering voor onze ambities voor de binnenstad gaan doen. Ik kan u wel melden dat het rapport, wat ik eerder heb aangekondigd over dit onderwerp, binnenkort in ons centraal managementteam aan de orde zal zijn. En spoedig daarna vermoed ik via het college ook tot conclusies zal leiden waar u als raad over wordt geïnformeerd. Dank u wel. Dan zijn we daarvan op de hoogte. Dan de heer Kamps. Er is al aan, dank u wel, voorzitter. Er is al aan gememoreerd door de heer Heling, maar de achterkant van de gebouwen aan de Weesuwstraat zouden een tijdelijke een andere look krijgen. Dan vraag ik maar waarom tijdelijk. Messias. Nou, dat zal ongetwijfeld met vergunningstechnische zaken te maken hebben. Kijk, we willen natuurlijk proberen om de mensen te bewegen dat wel tot een permanente oplossing te maken. Maar we vinden ook, hè, zoals eerder gememoreerd is, dat het belangrijk is. En volgens mij, ik weet niet wie daar iets over zei, maar ik dacht de heer Hoedemaker, dat er iets... er moet wel iets gebeuren aan die achterkant. Hè? We moeten ook realiseren dat die berceau daar ook langskomt. Dus een deel van het gezichtsveld op die achterkanten wordt al weggenomen. Maar we hebben daar wel wat ideeën bij. En we gaan opnieuw in gesprek ook met de eigenaren om te kijken of die in beweging zijn te krijgen om mee te helpen. Ik heb wel eens gezegd, de mooiste plek van waar je het kasteel kan zien, om die ook echt een aantrekkelijke plek te maken. Dank u. Nog tweede vraag, meneer Kamps. Op bladzijde 9 staat dat de weg vanaf het kasteel naar de Oosterstraat behoeden blijft, maar zo ingericht dat de auto zich te gas voelt. Wat bedoelt u hiermee? Precies. Nou, te gast is welkom, gasvrij. Dus we jagen de auto's niet uit de stad. Nee, we halen de auto's, die houden we gewoon in de stad. Alleen niet meer op de markt, omdat dat nou eenmaal... de huiskamer zou moeten worden in de visie die we nu hebben. Maar de auto is nog zeker welkom, ook dicht bij de winkels. Heb ik net ook al uitgelegd. Dus te gast betekent welkom. Dank u wel. Dan denk ik, meneer Hoedemakers. Ja, dank u wel, voorzitter. U was zo streng zojuist dat ik geen vragen meer durfde te stellen bij de insprekers. Maar ik werd wel getriggerd door de opmerking en de zorg van de havenvereniging, de opmerking om de haven verder uit te diepen. Laat er geen misverstand over verstaan. Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik deel die zorg of ik heb zelf die wens niet. Want als daar een mooie authentieke platbodem mag liggen, mag daar ook een lelijk polyester motorjachtje liggen. Waar ik wel vatbaar voor ben, was de opmerking dat ondiep stilstaand water een bron kan zijn voor allerlei narigheid. Nou hoorde ik mevrouw Jutte in haar, inbreng zeggen dat juist in dat ondiepe water een heliofietenfilter komt. En betekent dat heliofietenfilter dan ook dat die
angst voor die besmetting misschien weggenomen zou kunnen worden? We kijken eerst even naar meneer Siers of hij dat weet. Of dat het erg technisch is. Het is wel erg technisch. Ja, ik heb er geen verstand van. Maar gezondheid gaat boven alles, zeg ik dan maar. En daar zullen we ook ongetwijfeld oog en wel oog voor hebben. Het kan niet zo zijn dat de mensen ziek worden van een bezoekje aan de binnenstad van Koevoorn. Maar hoe dat dan precies werkt, technisch, dat heb ik geen idee van. Okay, dank u wel. Nog een tweede vraag, meneer Hoedemakers? Nee, dan gaan we verder met meneer Stoker, denk ik. Of... Mevrouw Driehuis. Dankjewel, voorzitter. Even gewoon een huishoudelijke aard. In het stuk op pagina 12 staat twee keer dezelfde tekst. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar boven en onder het plaatje is exact hetzelfde. We hebben het hier natuurlijk over een visie. En op zich kunnen we ons voor een heel groot deel vinden in die visie. Maar waar wij ons wel wat zorgen en ook verbazing over hebben, is het stukje visie, citadelpunt en notaristuin. Is daar nou bewust gekozen om daar zulke enorme bouwblokken op te zetten? En wat wordt daar de hoogte van? En hoeveel woningen moeten daar dan verrijzen? Meneer Siers. Nou, daar hebt u het punt van de projectontwikkelaar. En dat moet ook altijd blijven passen in die omgeving. Dus de kritische toets daarin is dat het binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden past die we daarvoor hebben voor dat gebied. En hoeveel woningen dat precies zijn, ja, dat kan ik u op dit moment niet zeggen, want het plan moet nog verder uitgewerkt worden. Want ook de projectontwikkelaar heeft gezegd, ik kan met deze visie verder, maar daarna moet ik nog wel gaan invullen. U kunt met deze visie en ook zeg maar, kunt u belangrijke kaders vaststellen. Hè? Want ook de heer Van Dijk heeft zich min of meer geconformeerd aan die visie. Dus ja, dan zal hij er ook naar moeten handelen. Maar hij moet nog wel zijn gebouwen gaan ontwerpen. En daar zullen wij kritisch op toezien. En ook naar de verdere inrichting van dat gebied zullen wij kritisch zijn. Zoals we dat ook al eerder hebben toegezegd. Dank u wel, ja. Tweede vraag. Nou, volgens mij is het dan de derde, maar goed. Die vrijheid neem ik dan maar even. Maar goed, ik begrijp het, want u in deze visie staat dus dat we hier dan uit kunnen gaan, of uit zouden kunnen gaan, van 4 tot 5 bouwlagen, inclusief dak. Dan hebben we het dus bijna over een klein flatgebouw. Is dat dan passend in die bouwkundige visie die er dan ligt? Ja, wat passend is, daar gaan de specialisten natuurlijk naar kijken. Dat hangt ook niet alleen af van de hoogte, maar ook van het ontwerp. Dus als u kijkt wat er op de maquette staat, u heeft hem vast al eerder gezien. Dan hoeft een hoger gebouw, waar we meer van hebben in deze stad, ook in die binnenstad niet te misstaan. Maar hoe het exact wordt, nogmaals, dat zal moeten worden uitgewerkt. En daar zullen we dan alsdan ook een oordeel over moeten hebben. Maar dat er wordt gekozen nu voor 3 bouwblokken. Dat is eigenlijk even de visie die we hebben. Het gaat, er zijn wat indicaties gegeven. Het hoeft van mij geen 4 of 5 te worden. Mocht er ook 3 zijn. Het gaat vooral wat dat betreft over eerst de visie. Daarna komen de praktische ontwerpen. Dank u wel. Ik ga die kant op kijken. Heeft mevrouw Siebe nog vragen? Verder niet. Meneer Mulder. Ja, in aanvulling op een van de insprekers van de havenvereniging, dank voor uw pleidooi, want dat sluit ook aan met hetgeen wat wij als PvdA als eerder hebben geroepen, het uitdiepen van de haven. Ik zou graag willen horen waarom dit niet is meegenomen. Wat zijn de mogelijkheden daar nog omtrent? Precies. Ja, wat zijn de mogelijkheden? Er is nu gekozen in dit hele traject, iedereen gehoord hebbende, ook de denktank en ook allerlei andere belanghebbenden, wat hier nu het beste zou passen. Wat zou nu het ontwerp moeten zijn? Dit is het resultaat van dat hele proces. Dat wordt ook aan u voorgelegd. Er wordt niet aan u voorgelegd toch die verdiepte haven te maken. De stuurgroep is hierop op bevraagd. De stuurgroep heeft hier akkoord op gegeven. Vervolgens heeft de stuurgroep haar achterban geraadpleegd. Dat heeft het college ook gedaan. Die is ook in de organisatie gaan navragen. Hoe zit dat dan precies? En kan dat allemaal? Nou,
Dat moet u zien als het proces wat we met elkaar naast de, zeg maar de inspraakmomenten die er zijn geweest, de informatie die we overal hebben opgehaald. Ja, dat moet u zien als een resultante van dat proces. En wat zijn dan de mogelijkheden? Nou ja, dit is het voorstel. Andere voorstellen liggen er op dit moment niet. Oké, dank u wel. Ik kijk nu die kant, meneer Heerling. Ja, dank u voorzitter. Dus in de plannen zijn heel veel tuinen en zelfs begroeide daken. zijn er heel veel tuinen en begroeide daken meegenomen. Is onze eigen buitendienst, is die ook daarin geraadpleegd? En wordt er ook een... even bril hebben hoor. Oh ja, wordt er ook een budget in de meerjarenprogrammering meegenomen voor onderhoud? Dat waren al die twee. Meneer Siers. Ja, u gaat nu al wel erg ver in de uitwerking. Dit zijn logische elementen wat mij betreft. Dat geldt zowel voor alle andere zaken die wij aanpassen in de openbare ruimte als voor groen. Dat je altijd moet kijken in hoeverre dat tot onderhoud leidt. Dus dat is denk ik gewoon de normale logische gang van zaken als het gaat om investeringen die je doet. Dat je daar ook naar de exploitatiekosten van moet kijken. Dus dat komt terug in de keuzes die we maken bij de projectuitwerking. Sorry? Kunt u dat van misschien nog even... Ja, ik had gevraagd of onze eigen buitendienst mee was genomen in het ontwerp. In het maken van het ontwerp. Ja, er is met de teamleider is nadrukkelijk gesproken hoe hij tegen de situatie aankijkt hier. En ja, dat is dus meegenomen. Het antwoord is ja. Dank u wel. Heeft de heer Kamps nog vragen? Ja. Dank u wel, voorzitter. De heer Kandekar adviseert geld te reserveren om kleine en grote evenementen te organiseren. Hier is toch al geld voor beschikbaar? Ja, dat klopt. We hebben ook vanuit de budgetten die we hadden vanuit de retailagenda geld beschikbaar gesteld voor evenementen. U heeft ook kunnen merken dat we daar in de afgelopen anderhalf jaar veelvuldig gebruik van gemaakt hebben. Want er is van alles qua evenementen uitgeprobeerd, noem ik het maar even, om eens te kijken wat werkt op die Weesuwijde met name. En ja, ook voor de toekomst is er in ieder geval aanjaagbudget beschikbaar. In ieder geval vanuit, als dat geld opgedroogd is vanuit de retailagenda, vanuit de toeristische beleidsagenda. Daar hebben we jaarlijks een bedrag van €50.000 beschikbaar. Dank u wel. Nog een tweede vraag, meneer Kamps. Nee, u bent er klaar mee. Meneer Hoedemaker was al klaar. Mevrouw Driehuis, verder niemand meer vragen? Dan stel ik voor dat we het punt ter bespreking gaan doen. Ik heb wel van een aantal partijen gehoord al dat ze het punt in de raadsvergadering willen bespreken. Maar misschien wilt u elkaar wat meegeven voor die raadsvergadering. Wie wil het woord? Mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. Wij ondersteunen de visie die er ligt. Maar wij delen daarnaast ook de zorgen van vooral het centrummanagement en de heer Wolters over de parkeerplaatsen. Dus wij zouden het graag als bespreekpunt op de agenda zetten in de raad. En we zouden ook graag daarbij een voorstel willen doen om een zin over het parkeren en het uitzoeken daarvan op te nemen in het raadsvoorstel. Dan moet ik even naar het college kijken. Ja. Ja, dat is de gebruikelijke weg, is natuurlijk dat u zelf amendeert. En als daar een meerderheid voor is, dan wordt het aangenomen. Verder nog mensen die op dit moment in willen spreken of bewaren we het? Meneer Kamps. Wij delen ook de visie, maar gezien de omvang en de kosten van dit project zijn we wel van mening dat het plan ter bespreking in de raad geagendeerd moet worden. Prima, dat is ook, zie ik het pak. En Hoedemaker ook, met Bouwers, PvdA, VVD heeft al gezegd. Goed, dan kunnen we dit punt afronden.
Met als opmerking dat het ter bespreking in de volgende raadsvergadering geagendeerd wordt. We komen bij punt 10. Ja. Volgens mij is het gebruikelijk dat de insprekers nog een woordje mogen zeggen. Ja, ik ben nog niet zo heel erg ervaren en met insprekers al helemaal niet. Dank je wel, meneer Ter Berghe. Bij deze, de insprekers hebben het allemaal aangehoord. Hebben die nog iets op te merken of... Nee? Nou, u heeft in ieder geval de gelegenheid gehad. Dank je wel nogmaals, Dirk. Nooit te oud om te leren, zeg maar. Hè? Dan gaan we nu wel naar punt 10. Het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders in zaken regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Heling. Ja, er staat... Oh, mijn bril, ja. Er staat genoemd dat de huidige bezetting, en dan gaat het over politie, 260 FTE hoger is dan was afgesproken. In 2025 zal de balans hersteld moeten zijn. Moeten we vanaf die tijd genoeg moeten nemen met nog minder blauw op straat? Meneer Bouwmeester. Nou, de heer De Heling duidt op een actueel thema. Overigens in heel Nederland is natuurlijk de politiecapaciteit in discussie. Er is ook wat heen en weer gegaan met de formatietoedeling na de totstandkoming van de nationale politie. En wat hier staat is de formele, zijn de formele cijfers. Er staat natuurlijk ook bij dat het de bedoeling is dat de inzet en de formatie binnen het district, binnen het deel Noord-Nederland, moet ik zo zeggen, binnen de regio Noord-Nederland, wordt toegedeeld op daar waar de opgaven liggen. Als die opgaven liggen bij de wijken, dan zal de politiecapaciteit dus daar zichtbaar moeten zijn. Dus het is misschien iets te kort door de bocht om vast te stellen, we gaan nu de politieagenten in onze wijken missen. Maar dat het een politiek hot item is, dat is wel zeker. En daar zijn we de komende periode nog niet over uitgesproken. Omdat dat in Noord-Nederland natuurlijk tot leidt tot opnieuw een herwaardering van de vraag, waar is dan inzet van politie het meest nodig? Waar ligt de grootste veiligheidsopgave? En hoe dat specifiek voor ons zal uitpakken, daar kan ik dus op dit moment ook geen zinnig woord over zeggen. Niet anders dan dat die discussie nu loopt. Dank u wel. Dat is voldoende voorlopig, meneer Heling. Andere... Ja, voorzitter, ik zal het ermee moeten doen. Ja, het is niet anders. Want meer over dit punt. Punt 10, dan gaan we verder met agenda punt 11. Oh ja. Ik word alweer op mijn vingers getikt. Het komt dat het zo laat is, denk ik. Maar goed. Niemand meer ter bespreking, maar kunnen we dit punt als hamerstuk voorleggen en agenderen? Dan gaat dat gebeuren. Dan kom ik aan punt 11. Voorstel van het seniorenconvent in zaken benoeming commissievoorzitter algemene raadscommissie. Heeft daar iemand iets over? Ja. Zullen we dat maar in de gemeenteraad doen straks, want het is uiteraard ter bespreking. Komen we aan punt 12, verslag van de commissie 10 september. Zijn daar nog opmerkingen over? Ja, meneer Mulder. Ja, ik had de vorige vergadering een opmerking gemaakt over de lijst van toezeggingen dat er nog een bijeenkomst zou komen over publiek vervoer. En dat zie ik niet terug in het verslag. Weet ik niet. Dat gaat dan alsnog gebeuren, begrijp ik. Ik zie de portefeuillehouder knikken, dus ik neem aan dat het gaat gebeuren. Goed, niemand meer aanmerkingen over het verslag. Dan is punt 13, sluiting van deze vergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng. En wens u straks wel thuis, behalve de commissieleden, want zo... Oh, nog een presentatie. Ja, kom. Behalve de commissieleden, zei ik.
De commissieleden die krijgen straks nog een besloten bijeenkomst, een informatiebijeenkomst over beveiliging. Dus ik zou willen vragen of iedereen die niet welkom is, klinkt heel onvriendelijk bij die besloten bijeenkomst, zich straks te verwijderen. En over een minuut of vijf gaan we beginnen met de besloten bijeenkomstpresentatie.